Zometeen, nadat Davy Bruins haar verhaal heeft gehouden, gaan we over naar Laurens. Maar we beginnen met Davy Bruins. Zij zit al helemaal klaar. Zij is Gios bij Breeborg, werkt nu bij Vak Preda Noord. En gaat vanavond de spits afbijden met echt allemaal onderwerpen in het kader van de senioriteit. Dat is iets waar we allemaal aan moeten gaan geloven. Dus het is maar goed ook dat er zoveel mensen zijn die daar interesse in hebben. Het gaat over de topklinische traumabehandeling bij senioren. En niet zomaar, maar het gaat over complexe PTSS. Senioren binnen een klinische setting. En Davy die trapt af met haar referaat. Het is een eindreferaat, maar ze is nog niet bij de eindstreep. Maar dan heeft ze het maar gehad, zei ze. Nou, ik wens jou heel veel succes, Davy. We schakelen over naar jouw verhaal. Dankjewel, Rob. Vanavond wil ik jullie graag meenemen in de presentatie van het nieuwe zorgaanbod intensieve traumabehandeling voor senioren. Mijn naam is Davy Bruins en ik ben GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog. En in het kader van mijn opleiding ben ik in het afgelopen jaar projectleider geweest van de werkgroep die zich heeft beziggehouden met het ontwikkelen en implementeren van dit behandelaanbod binnen de afdelingen Persona Clura en de kliniek Cure. We hebben ons hierbij laten inspireren door het aanbod van de topklinische afdeling van Mondriaan in Limburg. En ik wil nog even zeggen dat dit aanbod niet mogelijk gemaakt had kunnen worden. Ik kijk eventjes naar Rob, omdat er iemand een microfoon aan heeft. Ja, oké. Ik wil nog even zeggen dat dit aanbod zeker niet mogelijk was geworden zonder het enthousiasme en de motivatie van alle collega's van de kliniek en Persona Cura. Ook het feit dat ze hier in grote getale aanwezig zijn, zegt alweer iets over de betrokkenheid. Persona Cura is de topklinische afdeling van GGZ Breeburg en biedt diagnostiek en behandeling aan senioren met complexe psychiatrische hulpvragen en daarbij persoonlijkheids- of ontwikkelingsproblematiek. Zowel ambulant als klinisch op de Persona Cura bedden, waar Loes van Donzel actief mee is. Loes van Donzel heeft mij ook begeleid bij het ontwikkelen van deze opdracht. Het aanbod intensieve traumabehandeling is gericht op ouderen, waarbij we uitgaan van de leeftijdsgrens van 60 jaar en ouder, die last hebben van posttraumatische stressklachten en bij wie er behoefte is aan een intensievere vorm van behandeling. En dat kan zijn omdat de reguliere ambulante traumabehandeling onvoldoende effect heeft of als er een versnelling van het therapieproces nodig is. Dan beginnen we met een chatvraag. Ik ben benieuwd naar de ideeën die jullie in algemene zin hebben over het aanbieden van psychotherapie aan ouderen. Wat denken jullie? Is dat haalbaar en effectief? Ik zie het graag in de chat tegemoetkomen. Nou, daar komen allemaal reacties. Zeker haalbaar, zeker effectief, natuurlijk, effectief, net zo effectief hoor ik. Zeker wel, zeker doen, ongetwijfeld. Het wordt te weinig gezegd, sommige mensen. Oké. Ik hoor niet dat het heel effectief is. Misschien kun je daar ook iets over zeggen. Nou, mooi om deze input te lezen. En helaas zien we dat er nog altijd wat terughoudendheid bij hulpverleners bestaat in het behandelen van ouderen. Op basis van vooroordelen dat het wat minder haalbaar zou zijn. Deze veronderstelling wordt ook wel discriminatie op basis van leeftijd, ofwel ageism genoemd. Maar gelukkig wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar het effect van psychologische behandeling bij ouderen. En zien we ook dat ze heel veerkrachtig zijn en kunnen profiteren van psychotherapie. Je kunt hier ook meer over lezen in het boek van Arjan Fiedler en Rosalien Wilting met de jaren. Maar vanavond gaan we het specifiek hebben over traumagerichte therapie bij senioren, waarin er aandacht wordt besteed aan het verwerken van pijnlijke gebeurtenissen en het leren herevalueren van doorgemaakte ervaringen.
De medische term trauma die komt uit het Grieks en betekent letterlijk wond of verwonding. En dat kan zowel lichamelijk als psychisch zijn. Kijkend naar de geschiedenis, dan zien we dat er in de klassieke literatuur al werd geschreven over trauma door de Griekse dichter Homerus in de Ilias over het psychisch lijden van Achilles, die alleen maar kon denken aan het slachten, bloed en gerochel in de kelen van de stervende. En de Franse arts Charcot, Pierre Janet en Freud schreven vervolgens later over hysterie als aandoening die door psychisch trauma zou worden veroorzaakt. In die tijd was het een heel nieuw idee dat trauma kon leiden tot een psychische stoornis. En het was ook rond deze tijd dat Joseph Breuer en Freud de talking cure ontwikkelden, de grondslag van de psychoanalyse. Het idee dat verlichting kan worden bereikt door patiënten zich uit te laten spreken. In de 20e eeuw hebben de grote oorlogen en rampen een rol gespeeld bij de kennis over trauma. Denk bijvoorbeeld aan het shell-shock-syndroom vanuit de Eerste Wereldoorlog of de oorlogsneurose en het KZ-syndroom gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog. En na de oorlog in Vietnam werd in 1980 voor het eerst de diagnose posttraumatische stressstoornis ingevoerd in de DSM-3. In de laatste tientallen jaren zien we dat er enorm veel onderzoek is gedaan naar het voorkomen van psychisch trauma in de neurobiologische aspecten ervan, diagnostiek en de behandeling. Ik wil nog even noemen dat deze dia mede mogelijk is gemaakt door mijn collega Willy Gareveld, die nog veel meer weet van de historie en nog van heel veel andere dingen. De bekendheid met PTSS in de maatschappij is enorm toegenomen, hè, sinds we de PTSS hebben opgenomen in de DSM. En de stoornis werd aanvankelijk nog gezien als iets waar vooral militairen in oorlogstijd last van hadden. Maar inmiddels weten we dat de stoornis uit een hele reeks trauma's kan ontstaan. Zoals nadelige jeugdervaringen, lichamelijk en seksueel geweld, rampen, ziekte en ongevallen. Het kenmerkende voor traumatische gebeurtenissen is het ervaren van een enorme machteloosheid, hulpeloosheid en angst, waarbij het zelfverdedigingsmechanisme de taak niet kan verrichten en ontregeld raakt. Niet elke stressvolle gebeurtenis is een trauma en niet elk trauma leidt tot PTSS. De meeste mensen maken in hun leven één of meerdere traumatische gebeurtenissen mee. En de meeste mensen die een traumatische gebeurtenis meemaken, die krijgen daarna geen last van PTSS. De directe klachten na een trauma zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Als we dan kijken naar een overzicht van de symptomen van mensen die wel PTSS krijgen nadat ze zijn blootgesteld aan een trauma, dan zien we dat inmiddels in de DSM-5 de volgende categorieën zijn gehanteerd over bijvoorbeeld de herbelevingen, hè, zoals opdringende gedachten, nachtmerries en vermijding, dus onwil om over het trauma te praten of afstandelijke gevoelens en verhoogde prikkelbaarheid, zoals slaapproblemen, boosheid en overdreven schrikreacties. Om de diagnose PTSS te kunnen stellen, moeten de symptomen langer dan een maand aanhouden en moet er sprake zijn van een duidelijke lijdensdruk en verminderd functioneren. Er zijn verschillende subtypen van PTSS en de meeste mensen met PTSS hebben ook andere psychische problemen, zoals stemmingstoornissen, middelenmisbruik of persoonlijkheidsstoornissen. Kenmerkend voor PTSS is de ervaring van een verschrikkelijk verlies dat alle zekerheden wegvaagt die iemand heeft ontwikkeld over zichzelf, over anderen en over de wereld. En met name dat gevoel van veiligheid en vertrouwen dat is aangetast. Tegenwoordig is er ook steeds meer bekend over complexe PTSS, dat als diagnose nog niet is opgenomen in de DSM-5, maar wel in de ICD-11 van de Wereldgezondheidsorganisatie. Als we spreken van complexe PTSS, dan zien we aan de ene kant de typische kenmerken van PTSS, hè, waaraan de volgende klachten zijn toegevoegd: de affectdysregulatie, het negatief zelfbeeld en verstoringen in interpersoonlijk contact. Dan noemen we ook wel de DSO-symptomen, de disturbances in self-organization, dus de verstoringen in de zelforganisatie. En deze afbeelding die laat mooi zien dat de literatuur beschrijft hoe het spectrum van PTSS symptomen kunnen verschuiven naar het vlak van complex trauma en dan weer naar het gebied van de persoonlijkheid, emotieregulatie, coping, omgaan met anderen, zelfbeeld. Ik kom er straks nog even op terug hoe dat van belang is voor de traumabehandeling. Geschat wordt dat ongeveer 7-8% van de algemene bevolking een PTSS ontwikkelt, waarbij het risico voor vrouwen het grootst is.
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar PTSS en complexe PTSS bij ouderen. Het onderzoek naar PTSS bij ouderen dat beschikbaar is, dat laat zien dat ouderen in principe dezelfde symptomen presenteren en dat PTSS minder vaak lijkt voor te komen naarmate men ouder wordt. Maar tegelijk zien we ook dat PTSS bij ouderen niet goed herkend wordt en blijkt PTSS sterke associaties te hebben met veel aandoeningen, waaronder versnelde veroudering. De prevalentie van PTSS bij ouderen wordt geschat van 1-3% en 7-8% bij dementerende. Bij ouderen zien we wel veel hoge percentage subthreshold PTSS, dus waarbij niet aan alle kenmerken van PTSS wordt voldaan. En dat percentage wordt geschat op 13%. De maatschappij krijgt door de vergrijzing te maken met een grote groeiende groep ouderen. En ook groeit het absolute aantal ouderen met PTSS. En de klachten die hebben een grote impact op het leven van deze ouderen. Dus kenmerkend aan PTSS bij senioren zijn de cohortspecifieke factoren. Dus het gaat om een generatie die vaak een andere kijk op situaties heeft. Als het gaat om leven, context, normen, waarden en autoriteit. En er wordt ook een andere taal gebruikt. Hè? Bijvoorbeeld de oude term het gekkenhuis. In algemene zin werd er tientallen jaren geleden niet zoveel gepraat over psychische klachten. Kinderen hadden weinig zeggenschap en het motto was hard werken en doorgaan. En de vuile was werd niet zo buiten gehangen. En bij het ouder worden vallen zaken weg, zoals netwerk, rollen, zingeving. En die kunnen leiden tot directe triggers voor het ontstaan van nieuw trauma. Of ze kunnen laden op oude trauma's. Er komen bij het ouder worden ook ziekte bij, hè, andere zaken bij, hè, en ook het verouderingsproces. En veranderingen die gerelateerd zijn aan de levensfase op latere leeftijd, die kunnen vertrouwde coping die er was wegnemen. Omdat er bijvoorbeeld minder afleiding bestaat. En mensen kunnen ook meer gaan vermijden en de inhibitie wordt ook moeilijker. En wat we ook zien bij senioren is een symptoomoverlap met somatische klachten en ziekten die een rol spelen of bijwerkingen van medicatie. En we zien ook symptoomoverlap met psychiatrische ziektebeelden zoals depressie. Bij veel lichamelijke klachten, slaapproblemen en geheugenvermindering wordt in eerste instantie vaak gedacht dat het bij de leeftijd hoort. En we zien ook vaak dat trauma-gerelateerde klachten bij senioren vaak als egosymptoon, dus als bij zichzelf behorend worden gezien en als niet zichtbaar worden beleefd. Dus er zijn veel ouderen die weinig taal aan hun doorgemaakte ervaringen hebben kunnen geven. En klachten worden vaak lichamelijk geuit. Veel mensen ervaren ook problemen met hun emotieregulatie. En wat we bij dementerende terugzien, is dat getraumatiseerde mensen gevangen zitten tussen enerzijds het geheugenverlies en anderzijds het herbeleven van het trauma. En die instabiliteit die versterkt het gevoel van onvoorspelbaarheid en hulpeloosheid. En het kan zijn dat een deel van de agitatie of het roepgedrag bij mensen met dementie daaruit te verklaren is. En mensen die daar meer over willen weten, die verwijs ik naar de trade study van Jaco Sopcak van Mondriaan. En al die factoren waar we het nu over hebben, die maken de diagnostiek en de behandeling van trauma-gerelateerde stress moeilijk. Terwijl de impact van trauma op het leven van de ouderen zo groot kan zijn. De gemaskeerde klachtenpresentatie maakt het moeilijk om die PTSS en die complexe PTSS op latere leeftijd te herkennen. En die kan leiden tot onderdiagnostiek en onderbehandeling. En het stilstaan en spreken over trauma-gerelateerde ervaringen voor veel senioren is nog altijd een taboe. Dat leidt helaas nog tot vermijding en minder traumasensitiviteit bij onze collega's. In de klinische praktijk zien we dat naast de cohortspecifieke factoren van de ouderen er ook altijd nog een behandelverlegenheid voor die senioren is, waar we in de eerste chatvraag over spraken. Het wetenschappelijke onderzoek naar complexe PTSS bij senioren is op gang gekomen en sinds die definitie van complex trauma in de ICD-11 terecht is gekomen. Op dit gebied is daar nog weinig bekend over, want eerdere studies hebben zich altijd gericht op volwassenen. Als we dan kijken naar volwassenen met PTSS of complexe PTSS, dan zien we dat er diverse behandelingen voor PTSS bestaan op basis van het best beschikbare bewijs uit wetenschappelijk onderzoek.
En in de richtlijnen zijn traumagerichte cognitieve gedragstherapie en EMDR-therapie opgenomen als effectieve behandelvormen. Ook imaginaire rescripting en narratieve exposure-therapie die worden veel toegepast. Inmiddels worden er ook veel meer studies gedaan naar behandelingen vanuit andere invalshoeken, zoals bijvoorbeeld lichaamsgerichte therapie. Vanuit de literatuur bij volwassenen zien we dat veel voorkomende behandelingen bij complexe PTSS gericht worden op zowel de PTSS-klachten als ook op die DSO-symptomen, die zelforganisatie waar ik het eerder over had. Bij complexe PTSS is het van belang om naast een eerste keuze traumabehandeling ook aanvullende interventies in te zetten op die DSO. En gezien de aard van de DSO kan dan gedacht worden aan meer persoonsgerichte interventies, hè, zoals het verkrijgen van inzicht in langer bestaande patronen, mentaliseren of het bevorderen van de identiteitsintegratie. Als we dan kijken naar die zorgstandaard PTSS, hè, dan moet PTSS behandeld worden met een wekelijkse eerste keuze traumabehandeling. En als dat onvoldoende effect heeft, dan wordt geadviseerd om een andere eerste keuze traumabehandeling in te zetten of in een latere fase de behandeling te intensiveren. Nou, wat is nu het belang van intensief behandelen? Als je een behandeling geeft waarvan je weet dat het werkt, of dat het werkt, dan moet je wel zorgen dat je die in een goede dosering geeft. En dat gebeurt heel vaak niet. Dus stel dat iemand zich aanmeldt met PTSS-klachten en daar behandeling voor krijgt, dan kan het zijn dat de klachten in eerste instantie toenemen. En de reactie daarop kan zijn dat de cliënt wil stoppen met behandeling. En dan ontstaat er een drop-out. Zeker als de behandeling ambulant wordt aangeboden en daardoor wat langer duurt, soms wel maanden. Maar we zien ook dat de therapeuten reageren op de toename van klachten door te stoppen met behandelen. Dus dan stopt de PTSS-behandeling. Het rapport Zinnige Zorg uit 2020 laat zien dat slechts 39% van de mensen een goede behandeling krijgt. En dat mensen die een goede behandeling krijgen, daarvan zie je dat na 31%, of dat bij 31% de behandeling na 1 tot 3 sessies stopt. Ofwel door de cliënt of door de therapeut. En bij het intensiveren van behandeling, dan zie je dat je in kortere tijd sneller kan doorpakken. Dat mensen minder lang last hebben van de toename van klachten. En dat kan dan weer leiden tot snellere behandelresultaten en minder vermijding bij zowel de cliënt als de behandelaar. Een tweede reden waarom intensief behandelen zo belangrijk is, is comorbiditeit. We zien dat 80% van de mensen met PTSS last heeft van comorbiditeit. Vaak meer dan 3. Dus dan zie je dat de neiging tot therapist drift, dus het afdrijven van de therapeut naar andere stoornissen, heel groot is. Dus stel iemand meldt zich met een depressie, met een PTSS en een alcoholprobleem. Dan wordt de behandeling in week 1 gestart op die PTSS. En dan komt de cliënt een week later terug en dan zegt hij dat hij veel meer last heeft van zijn alcoholprobleem. En dan zegt hij, ik ga veel meer drinken door de gesprekken. En de week daarna heeft hij veel meer last van zijn depressieve gedachten. En dan zie je dat de therapeut geneigd is om daarop in te haken over het algemeen. En dan zie je dat die behandelingen die in eerste instantie gericht is op de PTSS eigenlijk stopt. Hè? Dan mist de focus, is het niet meer effectief. Dan krijg je een inconsistent behandelbeleid. En dan is het geen goede dosering meer en uitval kan daardoor ontstaan. Dus bij een intensieve behandeling kan je dit soort problemen goed tackelen. Hè? Doordat die uitval minder is. En het werken met verschillende behandelaren, wat vaak om logistieke redenen gebeurt bij een intensieve behandeling, is zeker ook inhoudelijk van belang. Want het gaat ook vermijding tegen bij behandelaren, omdat je in behandelsessies direct to the point komt. Je hebt het niet over de afgelopen week, maar je gaat gelijk met elkaar aan de slag. En ook is het zo dat de behandelaren elkaars blinde vlekken kunnen aanvullen. De belangrijkste therapeutische relatie die wordt dan toch aangeboden door de hoofdbehandelaar, waardoor er toch een holding ontstaat. Een onderzoek van Lotte Hendricks en Agnes van Minne in 2018 hebben zij dat aangetoond, laat zien dat het percentage volwassenen dat positief reageert op een intensieve traumabehandeling 93% is, waarbij 75% na de behandeling geen PTSS meer heeft. En bij de cliënten met complexe PTSS heeft 85% na zo'n intensieve behandeling geen diagnose meer. En dan zie je dat mensen toch sneller kunnen terugkeren in de maatschappij. Hè, en dat het naast voor henzelf toch ook een gemeenschappelijk doel dient. Dan gaan we naar de volgende chatvraag.
Waar dient men rekening mee te houden in een traumabehandeling bij een persoon op leeftijd? Wat denken jullie? Iedereen mag weer eens een vraag in de chat doen. Ik zie heel veel over cognitieve functies, cognitief vermogen, belastbaarheid, suicidaliteit. Maar met name zie ik heel veel terugkomen over cognitieve functies. Ja, ik denk dat dat heel terecht is, hè? Ja, heel terecht. En inderdaad, wat we ook zien in de behandelingen bij Personencura en Clinicure, hè, dat er veel herhaling wordt aangeboden, dat er verschillende modaliteiten worden gebruikt bij de traumabehandeling, dat het systeem wordt betrokken, dat de belastbaarheid inderdaad soms minder kan zijn, minder groot kan zijn, waardoor er meer vertraagd wordt. Ja, wordt ook veel afgestemd met andere disciplines, hè. Ook de klinisch geriater is erg van belang, gezien de complexe problematiek bij deze doelgroep. Heel herkenbaar wat er binnenkomt. Dan zien we ook dat EMDR als behandelmethode heel geschikt is voor deze ouderen, omdat dat minder een beroep doet op het cognitieve functioneren. En lijkt daarbij ook aan te sluiten bij de ouderen, waarbij cognitieve vermogens inderdaad afnemen. Ik zie ook een aantal mensen heel specifiek op somatische klachten en comorbiditeit zich richten. Kun je daar nog iets over zeggen? Nou, ik ben zelf natuurlijk geen arts, hè, maar het is inderdaad heel fijn dat de klinisch geriater naast de psychiater betrokken is. Hè, in de kliniek ook betrokken wordt bij onze intensieve traumabehandeling, zodat daar ook heel goed over afgestemd kan worden. Oké, gaan we verder. Ellen Gielkens, onze collega-psycholoog bij Mondriaan, die heeft in de laatste 10 jaar veel onderzoek gedaan naar intensieve traumabehandeling bij ouderen. Het licht gaat hier uit, het gaat nu weer aan. En Ellen die benadrukt het belang om oog te hebben voor PTSS, juist als er veel comorbiditeit is, dan zou PTSS een rol kunnen spelen. Dus uit effectmetingen van intensieve traumabehandeling met senioren heeft ze aangetoond dat het effect van intensieve behandeling bij ouderen vergelijkbaar is met dat van volwassenen. En dan gaat het om een 8-daagse intensieve traumabehandeling. Nou, sinds ruim 10 jaar bestaat er een landelijke trend, hè, om traumabehandelingen te intensiveren. En verschillende top GGZ-instellingen in Nederland die hebben inmiddels een klinisch aanbod ontwikkeld. En dan ieder met een eigen invulling. Ja, dus de programma's verschillen van elkaar in duur en aanbod van de behandelsessies. Maar de gemeenschappelijke factor is dat er een lagere drop-out en minder vermijding is, zoals we net bespraken. Mondriaan is tot op heden de enige organisatie in Nederland die een intensief aanbod traumabehandeling specifiek voor senioren heeft ontwikkeld. En trauma-gerelateerde problematiek vormt natuurlijk de basis voor zoveel andere stoornissen. En daarom zagen we het belang dat dat ook binnen GGZ Breeburg een verdere ontwikkeling kreeg. Bij kind en jeugd bestaan daar ook klinische behandeltrajecten voor, maar er is tot op heden nog geen georganiseerd intensief aanbod voor volwassenen en ouderen geweest. En, vandaar dat wij op de samenkomst van deze ontwikkelingen uitkwamen op deze projectopdracht. Aangegeven door Henk van As, voormalig directeur binnen Breeburg, die ons vroeg om een aanbod topklinische intensieve traumabehandeling te ontwikkelen voor senioren vanuit het kennisnetwerk ouderenpsychiatrie. Nou, voor het project is een werkgroep samengesteld om dat doel te kunnen bereiken. En we vonden het heel belangrijk om die samen te stellen met collega's uit verschillende beroepsgroepen. En daarmee zijn we in het afgelopen jaar steeds in wisselende samenstelling samengekomen, afhankelijk van de expertise van de collega's die in die fase gewend was.
We hebben veel gesprekken gevoerd met verschillende belanghebbenden en betrokkenen om meer inzicht te krijgen in de kansen en de risico's. En ook in de vraagstellingen welke voorwaarden er nu nodig zijn om zo'n aanbod te ontwikkelen op bedrijfsvoeringsgebied. En het is dus echt heel leuk om terug te kijken naar de betrokkenheid van al die collega's en het enthousiasme waarmee al die overleggen zijn gevoerd. Want dan zien we dat de verpleegkundigen van Clinicure overleg hebben gehad met de verpleegkundigen van Mondriaan. En ook de vaktherapeuten hebben onderling met elkaar overleg gehad. En ook als psycholoog hebben we dat veel gedaan. En op al die vlakken zijn ervaringen uitgewisseld over de manier waarop dat aanbod nou zo scherp mogelijk neergezet kon worden. Nou, ook binnen GGZ Breeburg hebben we samenwerking gezocht met verschillende afdelingen en psychologen. Bijvoorbeeld met ANS en PSS, met VACT en de MG's. En ook met de werkgroep Trauma van Michel Frank om te horen hoe het traumabehandelaanbod nu op andere afdelingen georganiseerd is. Nou, die ideeën voor dat aanbod hebben we gepresenteerd voor de directie en het management. En ook in verschillende overleggen binnen de instelling. En in het afgelopen jaar hebben we met elkaar gewerkt aan dat aanbod. Het opmaken van een procesbeschrijving. Het opmaken van een protocol voor somatische zorg en medicatiebeheer. En inmiddels kunnen we zeggen dat we 5 cliënten met PTSS en complexe PTSS en verschillende comorbide stoornissen hebben behandeld. Waarbij we ook de eerste metingen hebben verricht. En tenslotte hebben we ook een informatiefolder opgemaakt. Nou, als we dan kijken naar dat intensieve behandelprogramma voor ouderen, dan vindt de diagnostiek vooraf plaats door de verwijzer, waarbij het een vereiste is dat de diagnose PTSS in ieder geval middels de vragenlijsten CAPS 5 en LEC 5 is vastgesteld. En na verwijzing en dan een mogelijke wachttijd, hè, omdat het om 1 bed gaat op dit moment, start de cliënt dan met een voortraject van 6 weken, waarbij de indicatiestelling plaatsvindt, er voorbereidende gesprekken met de regiebehandelaar plaatsvinden en ook met de verpleegkundig persoonlijk begeleider, hè, om een behandelplan op maat op te maken. We kijken naar de targetselectie van het te behandelen onderwerpen met behulp van een rode draadformulier. En de cliënt wordt ook gezien voor een lichamelijk onderzoek door de psychiater of de klinisch geriater. Vooraf zijn er ook gesprekken met de activiteitenbegeleider en eventueel met de vaktherapeuten. De planning van de opname die wordt dan geregeld door de opnamecoördinator van de kliniek. En we zoeken ook samenwerking met traumabehandelaren van andere afdelingen om mee te kunnen draaien in een pool van behandelaren. Want voor zo'n traumabehandeling in een aantal weken heb je natuurlijk veel behandelaren nodig. Ja, als dat opnametraject dan begint van 2 weken, krijgt de cliënt in principe 2 series van 4 op 1 volgende dagen traumabehandeling. Met bijvoorbeeld EMDR of exposure aangeboden. En dan gaat het om 2 sessies per dag, waarna onder begeleiding bewegingsactiviteiten worden aangeboden. Omdat vanuit literatuuronderzoek ook is aangetoond dat middelmatig intensief bewegen na zo'n traumabehandelsessie een positief effect laat zien. Dus in totaal vinden er in 2 weken 16 behandelsessies door meerdere behandelaren plaats. Dus dat zijn volle dagen voor de cliënten. Want in het opnameprogramma worden dan ook nog die meerdere sessies vaktherapie en PMT aangeboden. Er kunnen ook nog gesprekken met de ervaringsdeskundigen worden aangeboden. En er kunnen ontspanningsmomenten middels technieken zoals de VR-bril, waarmee onze collega Robin Lauri ook actief is, worden aangeboden. Nou, dat hele programma vindt dan plaats binnen de veilige omgeving van de kliniek. En elke dag wordt dan afgesloten met een evaluatiegesprek samen met de verpleegkundig persoonlijk begeleider. En tijdens die opname wordt de vragenlijst PCL5 afgenomen om het klachtenbeloop te volgen. En tijdens de opname wordt de cliënt ook besproken in het multidisciplinaire behandeloverleg. Er vinden intervisiemomenten plaats en er volgt een eindevaluatie met de cliënt. En ook worden de naasten daarbij betrokken en de verwijzer. En ook in het natraject wordt dan zorgvuldig bekeken, wordt vooraf ook afgestemd wat is er nu nog nodig, met name gericht op die DSO-kenmerken, zodat er een traject schematherapie of MBT ambulant nog aangeboden kan worden. Een voorbeeld van zo'n dagschema staat hier vermeld onderaan de afbeelding.
Nou, als we dan kijken naar die specifieke kenmerken, en dan zien we dat door het aanbieden van een traumabehandeling in een veilige klinische context, er ook holding op de opnameafdeling kan worden geboden. En met holding wordt dan bedoeld het bieden van veiligheid door menselijke nabijheid. En cliënten kunnen gedurende de opname profiteren van hele kleine doseringen exposure en positieve bekrachtiging op afdelingsniveau. En wat we ook zien is dat gedragspatronen zoals compenseren of vermijden heel nauwkeurig kunnen worden geobserveerd door de verpleegkundigen. Nou, het totale traject wordt aangeboden door onze collega's die dan allemaal bekend zijn met traumasensitief werken. En die dus oog hebben voor de rol die trauma kan spelen in de problematiek van een cliënt. En ook weten hoe ze daar in hun aanpak rekening mee kunnen houden. Bijvoorbeeld tijdens de verzorgingsmomenten. Als er bijvoorbeeld bij het douchen een bepaalde stress ontstaat bij een oudere die bekend is met seksueel misbruik. Er wordt dus zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de behoeften van mensen met trauma gerelateerde problematiek. Zoals het aanbieden van rust en veiligheid en voorspelbaarheid. En wat zo'n manier van werken nou oplevert, is dat de stress en spanning zoveel mogelijk afneemt. En dat de cliënt weer in staat is om over oplossingen en over de lange termijn na te denken. En dat er inzicht komt in bestaande gedragspatronen. En dat er een toename is van positief gedrag. Nou, dan wil ik een korte beschrijving geven van een cliënte die heeft deelgenomen aan de traumabehandeling. En dan gaat het om mevrouw J. Een 60-jarige vrouw die in verband met onder andere somberheid, angstklachten en eenzaamheid, slaapproblemen, problemen in de emotieregulatie, schuldgevoelens enzovoorts werd aangemeld voor dit traject. Zij heeft passief suïcidale gedachtes. Er is geen sprake van actieve ideaties of plannen. En dan zie je dat ik die klachten in het rood heb neergezet als het dan gaat om die DSO-kenmerken. Kijkend naar de levensgebeurtenissen zien we dat die identiteitsontwikkeling is gevormd door een jeugd met een dominante moeder. En een introverte vader en een jongere zus met een beperking. Waar zij al vanaf jonge leeftijd verantwoordelijkheid voor kreeg. Dan werd ze al op jonge leeftijd gevraagd de taken van de ouders over te nemen. En daarbij voelde ze geen ruimte om daartegen in te gaan. En die parentificatie die heeft geleid tot het hele hoge verantwoordelijkheidsgevoel. Maar ook het neigen tot zelfopoffering en het moeite hebben met aangeven van grenzen. En de coping van deze mevrouw die bestond uit hard werken. En wat we dan zien is dat haar klachten zijn verergerd door twee relaties waarin er fysiek en seksueel geweld heeft plaatsgevonden. En dan zie je dat mevrouw uiteindelijk klachten heeft opgelopen die passend zijn bij een posttraumatische stressstoornis. Als we dan somatisch kijken, dan is er sprake van long COVID sinds 2022, waardoor ze niet meer in staat is om te werken. Ze is ook snel overprikkeld, heeft zich teruggetrokken, er is weinig netwerk, speelt nog een conflict met de werkgever. En er zijn veel financiële zorgen en een thuiswonende dochter met psychische problemen. Nou, recent is de hond dan nog overleden van mevrouw en juist die gaf haar steun en afleiding. Gelukkig is er nog een beschermende factor in een goede band met de kinderen. Nou, waarom kozen we nu voor deze intensieve traumabehandeling bij deze mevrouw? Nou, we zagen dat de ambulante traumabehandeling tot op heden onvoldoende effect had. Er is sprake van chronische traumatisering, ook wel vroegkinderlijke traumatisering. En er was nood aan extra holding, waarbij de thuissituatie ongeschikt was om ambulante traumabehandeling te bieden. Nou, als we dan kijken naar de indicatiecriteria voor deze intensieve traumabehandeling, dan is dat in het algemeen ook zo dat ambulante traumabehandeling onvoldoende effect had. Er sprake is van veel of langdurige traumatisering, dat die holding inderdaad zo nodig is om tot een goed effect te komen. Als we dan kijken naar het verloop van het behandeltraject van deze mevrouw, dan zien we dat zij een opname van 2 weken heeft gehad, waarbij we zeker in de PCL5 objectief tot een forse afname van klachten kwamen. Maar waarbij ze ook in verhaal aangeeft dat met name die verhoogde alertheid, die slaapproblemen, de nachtmerries, dat die echt waren verdwenen door die opname waarin zij zich zo gezien heeft gevoeld.
We kwamen natuurlijk ook een aantal beperkingen tegen. En dat zit hem dan met name toch ook in de opvolging van zo'n traject. Helaas kreeg zij te maken met de uitval van haar ambulante behandelaar na haar opname. Waardoor er even een stagnatie kwam in dat vervolgtraject. Gelukkig is dat op dit moment weer goed opgepakt. Maar dan zie je toch dat belang van zo'n goede nabegeleiding. Waarbij er ook aandacht gericht blijft worden op die DSO-kenmerken. Deze cliënte was heel gemotiveerd. Het is natuurlijk een pittig traject, zowel cognitief als fysiek. En deze cliënte was daar zeer gemotiveerd voor. Dus al met al kijken we toch terug op een zeer positieve ervaring bij deze mevrouw. Hier zien we de voorlopige PCL5-scores van de 5 cliënten die onze intensieve traumabehandeling inmiddels doorlopen hebben. Als we dan kijken naar de achtergrondgegevens, dan gaat het om 4 vrouwen en een man. Alle in de leeftijd van 60 tot 66 jaar. Allemaal nog behorend tot de werkzame beroepsbevolking. Waarbij 4 van de 5 cliënten met een PTSS gediagnosticeerd waren. En ook allemaal comorbide klachten of stoornissen hadden. Bij iemand was er autisme vastgesteld. Bij iemand een eetstoornis. Maar ook depressie en persoonlijkheidsproblematiek werden genoemd. Nou, met deze eerste onderzoeksgegevens zijn we natuurlijk heel erg blij. Natuurlijk zijn er nog heel veel methodologische bezwaren, maar hiermee kunnen we natuurlijk goed vooruit. Nou, als we dan kijken naar de winst die in het algemeen behaald kan worden door zo'n aanbod intensieve traumabehandeling, dan zien we dat het echt gaat om een kwaliteitsverbetering van de traumabehandeling binnen de organisatie. Ja, dat er meer efficiënt behandeld kan worden en dat het op de lange termijn ook kostenbesparend kan zijn en dat er aanvankelijk veel in geïnvesteerd wordt. Dat is natuurlijk zeker het geval. En wat heel erg leuk is, wat wij gemerkt hebben, is dat met name dat werkplezier ook vergroot wordt. Dat werkplezier omdat mensen vanuit hun verschillende discipline op een andere manier weer zo betrokken kunnen zijn bij de invulling van dit traject. We hebben ook een aantal aanbevelingen gedaan en dan zien we dat met name dat samenwerking zoeken over de afdelingen en de clusters heen. He, praktisch gezien om elkaar te ondersteunen bij het vormen van een pool van behandelaren. Maar ook als het gaat om het inzetten van scholing. Dat nog heel erg zoekende is in een organisatie waarbij er net wat reorganisatie is geweest. En waarin we ook nog verder ons kunnen ontwikkelen, dat is om de koppeling te maken met wetenschappelijk onderzoek, zoals ze dat bij Mondriaan reeds zijn opgestart. Het traumabedonderzoek, het ITECO-project door Kelly Brands en Ellen Gielkens. Dat zou heel mooi zijn als we dat ook binnen Breeburg kunnen ontwikkelen. Nu hebben wij met de werkgroep nog een video gemaakt en die zou ik heel graag willen laten zien. Verwacht geen hoogstaande video, maar het is een hele mooie ervaring van hoe we dit met z'n allen hebben neergezet. Dus we zijn er heel erg trots op en dan vraag ik aan Wendy of ze die zou willen afspelen. Moet ik delen stoppen, denk ik, hè? Ja, maar niet bij het begin. Jouw microfoon staat niet aan, zou dat kunnen? Zorgaanbod intensieve traumabehandeling voor senioren, ontwikkeld door Persona Cura en Clinicure, is een behandeltraject gericht op ouderen die behoefte hebben aan een intensievere vorm van traumabehandeling. Dit kan zijn omdat de reguliere ambulante traumabehandeling onvoldoende effect heeft.
of als er een versnelling van het therapieproces nodig is bij posttraumatische stressklachten of complex trauma. Mijn naam is Willy Gerneveld, ik ben psychiater binnen Persona Cura. Ik wil iets vertellen over complexe traumaproblematiek, die vaak voorkomt bij mensen die op jonge leeftijd veel traumatisering hebben meegemaakt, chronisch, meervoudig, met veel impact op hun ontwikkeling. En we weten uit onderzoek dat die mensen vooral op latere leeftijd gebaat zijn bij intensieve traumabehandeling. Dat betekent meerdere keren behandeling per week. Bij senioren uiten traumagerelateerde klachten zich op een andere manier dan bij volwassenen. Zo is er bij deze doelgroep vaak sprake van psychiatrische, somatische of neurodegeneratieve comorbiditeit. Onze intensieve traumabehandeling voor senioren is een hoogspecialistisch bovenregionaal behandelaanbod dat we ontwikkeld hebben samen met Mondriaan Topklinisch Centrum voor Ouderen met Persoonlijkheidsstoornissen. En dat is echt uniek in het land. Daarom heeft het ook een bovenregionale functie. Omdat ouderen met traumaproblematiek, ernstige traumaproblematiek, eigenlijk geen behandelopties hebben, behalve Mondriaan en bij ons. Ook juist de oudere specialistische deskundigheid is nodig om die traumabehandeling goed weg te zetten in onze kliniek. Het primaire doel van de intensieve traumabehandeling is het verminderen van klachten ten gevolge van traumatische ervaringen. Het intensieve behandelprogramma duurt 2 weken met daarin 2 keer 4 dagen intensieve traumabehandeling middels EMDR of imaginaire exposure. Binnen ons topklinische intensieve behandelaanbod maken we gebruik van meerdere behandelaren. We weten dat dit heel effectief is en het helpt om de vermijding te doorbreken bij zowel cliënten als bij behandelaren. De ervaring leert dat we bij onze cliëntenpopulatie veel comorbide problemen tegenkomen. Bijvoorbeeld autisme, eetstoornissen of alcoholgerelateerde problematiek. Tijdens de opname volgt de cliënt naast de traumabehandeling een ondersteunend aanbod van bewegingsactiviteiten en vaktherapie. En dat alles in een veilige omgeving van Clinic Cure. Wij als verpleegkundigen proberen in onze aanpak zoveel mogelijk rekening te houden met het trauma van de cliënt. Dat doen we door aan te sluiten bij de behoeftes van de cliënt en zoveel mogelijk een sfeer te creëren van rust, veiligheid en voorspelbaarheid. Dit zodat de cliënt kan gaan nadenken over oplossingen en bijvoorbeeld vermijdingsgedrag of verslavingsgedrag zoveel mogelijk kunnen worden vermeden. Daarnaast bieden we in de avonden een individueel gesprek aan. Dit is Francina, moeder van 3 kinderen en heeft de traumabehandeling van 2 weken zelf doorlopen. Ik heb de kans gegrepen met beide handen. We zijn begonnen met een hele goede voorbereiding. Goed uitpluizen wat je nodig hebt. Wat ik nodig heb. Goed kijken naar de trauma's op een goede volgorde plaatsen. Dat heeft mij heel erg geholpen. Tijdens de opname op Persona Cura heb ik echt het gevoel dat de mensen die daar werkten met mij meeleefden. Dat ik niet alleen ervoor stond. Wat heel belangrijk is voor mij. Ik had een kamer waar veel rust was en veel ruimte voor mezelf. En na de 2 weken was ik wel heel erg moe, maar ik heb wel gelijk gemerkt dat er heel veel veranderd was binnen mij. Het leven is mooier en ook stukken lichter. En mijn kinderen en mijn omgeving merkten gelijk het verschil en zijn met z'n allen trots. Het topklinische aanbod intensieve traumabehandeling voor senioren van GGZ Breeburg biedt senioren in de regio en daarbuiten een hoopvol perspectief. Nou, met dank aan Francina ook, die haar verhaal op camera wilde doen. Hartstikke mooi.
Dan zijn we aan het einde gekomen van deze presentatie, waarbij we hopen dat we ook inspirerend zijn geweest voor andere afdelingen binnen GGZ Breeburg, waarin we het leuk vinden om daar later met elkaar nog overleg over te kunnen hebben. En vooral hebben we willen aantonen dat zo'n intensieve traumabehandeling bij senioren haalbaar en effectief is. Nou, enorm bedankt voor je verhaal. Ik denk dat we de chat openen, maar ook als mensen even gewoon een vraag willen stellen, door een handje op te steken. Ik zie applaus van mensen op de chat binnenkomen. Er zijn een aantal vragen die mij zijn gesteld. Ik ga maar even gewoon bovenaan beginnen. En dan wacht ik al of er ook nog handjes komen. Ik zie in ieder geval van een collega iets vragen over. Of een holding voor behandelaar. Holding voor behandelaren, ja. Nou, dat, wat is de vraag dan precies? Of die er is? Of daar een standaard voor is? Nou, wat wij doen in de kliniek, dat is in ieder geval dat we intervisiemomenten met de behandelaren onderling hebben. En dat we ook tussentijdse besprekingen hebben om ook die veiligheid aan de behandelaren zelf te kunnen bieden. Maar met name ook momenten creëren waarin er over een behandeling gesproken kan worden. Maar ik weet niet of dat helemaal de vraag is die bedoeld is. Hij kwam van mij af. Ik weet niet of u mij hoort. Ja, we horen jou. Niels Vet, psychiater in het ETZ. Ja, over holding wordt vaak heel veel gezegd. Maar in de praktijk denk ik dat er heel veel verschil tussen zit. Van hoe je daar nou uiteindelijk vorm aan geeft. Dat ligt inderdaad soms of ja, regelmatig bij een psychiater die dan aan moet sluiten als aan zo'n behandeling. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd wat vanuit jullie nou heel gewenst is als ik dat nou zou doen. Hoe beschikbaar moet je zijn en hoe verwacht je dat ik aansluit? En dat geldt hetzelfde voor de farmacotherapie. Ja, dat is een mooie vraag inderdaad. Het is inderdaad zo dat met het werken met verschillende behandelaren het lastig is om zo'n specifieke holding te genereren. Daarom betrekken wij ook de verwijzer altijd bij het project. Dus de verwijzer wordt actief bij dit traject betrokken. Daarnaast is het ook zo dat de regiebehandelaar van de kliniek, Loes van Donsel in dit geval, de algemene holding biedt aan de cliënt vanaf het voortraject tot en met het natraject. Hè, waarbij zowel de verwijzer dus steeds actief betrokken wordt, maar ook de overige behandelaren. Dus dan zie je dat er een overkoepelende holding door de regiebehandelaar van de kliniek wordt geboden tijdens dit traject. He, dus het werken met meerdere behandelaren, met meerdere disciplines, kan aanvankelijk dan wat angst oproepen. Maar in de praktijk zien we juist dat die betrokkenheid vanuit verschillende hoeken heel erg welkom is. En dat cliënten zich heel erg gehoord voelen. Omdat iedereen op een eigen stuk aansluiting vindt. En holding is natuurlijk ook een begrip vanuit de groepspsychotherapie, dat door Bayen is gecreëerd. Daarin wordt met name ook gesuggereerd dat de groepscohesie, dus de samenhang ook met de medepatiënten, ik weet niet in hoeverre dat bij jullie zeg maar ook een groepsaanbod is, dat juist ook heel erg van belang is. Hè? Als lotgenoten, als mensen die ook in hetzelfde proces zitten. Ja, die cohesie is inderdaad een hele belangrijke factor. Hè? Als het ook gaat om herstellen, zeker ook bij trauma. Er is zeker een groepsaanbod voor de kliniek, waar cliënten, wanneer zij daar dat willen, ook aan mee kunnen draaien. In de praktijk zien we door het volle programma dat bijna niet haalbaar is. Hè? Dus dat er soms aan groepsactiviteiten deelgenomen wordt. Hè? Maar dat het toch vooral een individueel programma betreft. Waarbij er wel contacten ook met de ervaringsdeskundigen worden ingezet. En waarbij cliënten tijdens de maaltijden of in de avonduren toch ook wel overige cliënten spreken, waarmee zij hun ervaringen kunnen uitwisselen. Even kijken, je had ook nog een vraag, Niels, over de combinatie met farmacotherapie en deze traumabehandeling. Kun je nog even iets toelichten over die vraag? Wat is precies je vraag? Ja. Als je dat natuurlijk aan een psycholoog vraagt, die heeft het liefst geen medicatie naast een traumabehandeling. Toch is de praktijk vaak weer barstig en dan zit je toch ook weer in een spagaat als psychiater de patiënt gaat en waarschijnlijk om vragen
En doe je daarmee met die verwijding of maak je de therapie dan mogelijk? Dus ik ben benieuwd hoe u erin staat. Ja, wat we nu zien is dat we een cliënt hebben opgenomen in de kliniek, waarbij inderdaad dat gebruik van benzodiazepine zo op de voorgrond staat. En dat dat ook een negatief effect kan hebben op de effectiviteit van zo'n traumabehandeling. Waar nu voor gekozen is om die cliënt een week eerder op te nemen. Om juist de afbouw van die medicatie eerst goed te waarborgen, voordat er dan aan zo'n traumabehandeling begonnen kan worden. Dus het afbouwen van met name die benzodiazepine. Ik heb hier een overzicht van de veelgebruikte farmacotherapie met Danka Willigareveld neergezet. Dat is inderdaad heel erg belangrijk om tot een goede effectiviteit te komen. Maar voor verdere vragen zou ik me wenden tot de collega-psychiaters. Zoals ik al zei, is er ook een psychiater en ook een klinisch geriater betrokken bij dit traject. Dan zie ik ook nog een andere vraag binnenkomen. Zijn er ook nou bijwerkingen van jullie behandeling? Bijwerkingen. Bijwerkingen in de zin van dat in het algemeen het zo is dat de klachten aanvankelijk wat toenemen bij zo'n traumabehandeling. Dat is iets waar je zowel als cliënt van op de hoogte moet zijn, waar je ook over geïnformeerd wordt en ook waar behandelaren zich bewust van zijn. Dus dat zijn bijwerkingen, om het zo maar te zeggen. Ik zit even te denken aan wat overige bijwerkingen kunnen zijn, maar die kan ik zo gauw even niet bedenken. Ja, algemene klachten zeg maar, bij PTSS-behandelingen of psychotherapeutische behandelingen zijn, die kunnen natuurlijk drop-out zijn, verergering van klachten naar de start van een behandeling. Ja, zeker. Ik denk dat ook een beetje wordt gevraagd. Ja, dat zou kunnen. Die drop-out waar we het over genoemd hadden, die vermijding. We zien met name dat ambulant eigenlijk veel meer een rol speelt dan bij de intensieve traumabehandelingen. Dus we zien juist bij de intensieve traumabehandeling dat daarin veel voorkomen kan worden, omdat er in een korte tijd, minder lang, toch gewerkt wordt aan deze klachten. Even kijken, er zijn ook mensen die eetstoornis hebben bij jullie en het aanbod in ieder geval van de collega's van de afdeling eetstoornis om ook de samenwerking aan te gaan. Nou, dat lijkt mij ook een hele goede zaak. En Nasir had ook nog een vraag, zijn handje is inmiddels verdwenen, maar je mag nog steeds de vraag stellen. Oké, dankjewel. Ja, die vraag van de bijwerkingen was ook van mij, Dewi. Het was met name eigenlijk van... mensen hebben traumatische ervaringen en je gaat behandelen, ja, dan maak je in principe een zak open. Ja. Dus kan je hem weer dicht krijgen? Dat is de vraag, want CGT heeft ook bijwerkingen. Mm-hmm. En vraag van nu is, is het bij jullie meer een soort van contra of relatief contra-indicatie benzodiazepines of alle dempende middelen? Want ik werk ook bij PsyQ en onze psychologen zijn echt rigide met... medicatie. En wij zien wel dat cliënten heel veel lijden. Wij denken van ja, hallo, die moet toch wel kunnen slapen. Dus ik weet niet of jullie ook zo rigide zijn of denk je van ja, het cliënt moet kunnen slapen, kunnen ontspannen. Ja, het zijn eigenlijk twee vragen. Hè? Dus inderdaad, ja. Jouw vraag over kan die zak ook weer dicht, kan het deksel weer op de put. Vooraf kijken we natuurlijk heel goed welke onderwerpen we kunnen behandelen in die 2 weken. Dat kan niet een heel leven zijn. Hè? Een enkele keer kun je ook kiezen voor een herhaaldelijke opname als dat nodig is. Het is zo van belang om deze trauma's wel te behandelen. Om zo ook dat leven van die ouderen in die laatste levensfase nog met zoveel mogelijk rust te kunnen laten leiden. Dus ja, het is heel zinvol om die behandeling toch aan te gaan, ondanks die behandelverlegenheid. En jouw tweede vraag over die medicatie, daarin zijn we niet heel rigide, maar bespreken we dat beleid altijd met de psychiater en de klinisch geriater. Ik zat zelf ook nog even ook op basis van de laatste vraag te denken. Van in hoeverre sluit Sidetrack dan bijvoorbeeld senioren uit? En in hoeverre lijkt die behandeling, want het is ook best wel een intensieve behandeling van een aantal dagen, of soms ook een intensieve ambulante of klinische opname. Lijkt die op jullie? Of is dat een grote keer?
Het model van Mondriaan is geïnspireerd op Zuidwerk. Elle Gielkens, die het daar heeft opgezet, die heeft ook bij Zuidwerk gewerkt. Heeft daar ook in samenwerking dat traject mee opgezet. Wat je ziet is dat met name ook bij de lichamelijke activiteiten er toch wat aanpassingen gedaan moeten worden. Waarvoor het zo belangrijk is, met ook alle andere cohortspecifieke factoren, zo'n aanbod specifiek voor ouderen neer te zetten. En dat is dan inderdaad waarom ze dat eerst bij Mondriaan en vervolgens ook dat we dat hier hebben opgepakt, specifiek voor die oudere cliënt. We hebben nog 4 minuten. Ik zat nog even te denken over jouw opmerking. Versnelde veroudering. Toen dacht ik, oh, is dat nou uiterlijk of innerlijk? Of wat bedoel je precies met versnelde veroudering? Ja, uit onderzoek is gebleken dat er een versneld verouderingsproces zowel lichamelijk als psychisch plaatsvindt. En of dat dan ook echt weerslag heeft op je uiterlijk, dat durf ik dan niet te zeggen. Maar op beide vlakken is dat inderdaad wel aangetoond. Ja. Ja, ze zeggen soms wel dat je, als je veel rimpels krijgt, als je heel serieus kijkt, dus ik zou me het gevoel kunnen stellen dat dat ook wel fysiek zo een uitwerking heeft als je heel getraumatiseerd bent. Maar dat weet je me nooit. Goed, ik weet niet of er nog mensen zijn nog die een vraag zouden willen stellen. Anders dan gaan we het hier afronden en dan gaan we switchen richting de volgende spreker. David, nogmaals bedankt ook voor het leuke oppakken van de vragen. En dank voor de toehoorders. Nee, dat mag niet, helaas. Nee, dat mag nog niet gedeeld worden. Nee. Dat gaan we eerst nog goed bespreken met elkaar. Goed, dan... De applaus en de duimpjes worden, denk ik, door jou goed in ontvangst genomen. Dan schakelen we heel langzaam over naar onze tweede en meteen laatste gast van vanavond. Laurens, jij bent een bekend iemand binnen senioren. En godzijdank blijf je ook bekend, want je gaat ook nog verder werken bij Breeburg en ook nog bij de afdeling senioren. Volgens mij wel op meerdere plekken zelfs heb je mij toevertrouwd. Dus daar wordt al verheugd naar gekeken. Maar voordat je dat stokje gaat overnemen van andere psychiaters die aan je werkzaam zijn, ga je het nog even hebben over een patiënt die het heel anders ziet. En ja, ik vond het zelf een heel leuk, je hebt er al een poster van gemaakt, leuke presentatie. Je bent er al zo gans de hele wereld over geweest. En nu mag je ten aanzien van al je collega's en ook familie, ik hoop dat ze inmiddels in de zaal zitten, het verhaal gaan houden over het voorbeeld van Alice in Wonderland syndroom. Daar ga je iets over vertellen. En ik raak altijd in de war met het syndroom van Charles Bonnet, maar daar ga je mij vast wat over uitleggen hoe dat allemaal zit. Dus voordat ik de zaal verder platklets, ga ik het woord maar geven aan Laurens. Yes, Rob, dankjewel. En ook nog eens bedankt aan Davy voor de leuke en interessante presentatie. Maar het heeft wel een druk op mij om daar nu op te volgen, want het was zeer uitgebreid, zeer mooi. En ik kan ook uit persoonlijke ervaring meespreken op de kliniek, dat dat een zeer mooi traject was met de cliënt. Ik heb ze ook meegemaakt, dus mijn complimenten daarvoor. Ik zal ook even mijn presentatie delen, even zien waar die hier zit. Voilà, als het goed is, is die nu voor jullie allemaal te zien. Het klopt inderdaad. Ik ben Laurens Papijn, laatstejaars AIOS, laatste maand ook als AIOS. Straks mag ik eindelijk de grote stap zetten naar het psychiaterschap vanaf april. Klopt ook dat ik inderdaad bij Breeburg blijf. Op de Corvosseweg ook grotendeels. De kliniek waar mijn collega net over sprak, ook 1 dag in Breda op de observatieafdeling. Nu wil ik je wel even temperen dat het nog niet de bedoeling is om het stokje helemaal over te nemen van de psychiater die daar nu zit, maar om bij hem aan te sluiten, zodat we met elkaar kunnen samenwerken en ik ook nog van hem kan leren. En het klopt inderdaad, ik wil jullie graag iets vertellen over het Alice in Wonderland syndroom. Dat is inderdaad een syndroom die eigenlijk niet zo vaak gediagnosticeerd wordt, maar toch wel een forse impact kan geven op het welzijn van de mensen en de manier van leven. Dus ik vind dat wel heel interessant om even met jullie te bespreken. En misschien zijn er sommigen die na deze presentatie denken van hé, ik heb wel een patiënt in mijn caseload die dit misschien ook heeft. Ik ga jullie even meenemen in hoe ik het met jullie wil bespreken. Hier zien jullie eigenlijk de topics die ik met jullie ga aansnijden. We gaan inderdaad eventjes kort stilstaan bij het artikel, de casus. Want er was ook wel een patiënt waardoor wij op dit syndroom zijn terechtgekomen. Dan ga ik jullie stap voor stap meenemen in de uitleg over dit syndroom.
Eerst wil ik eventjes stilstaan bij het artikel. Mijn presentatie is eigenlijk ook een grotendeels een samenvatting van het artikel, een patiënt met het Alice in Wonderland syndroom. Het is eigenlijk een presentatie die ik samen geschreven heb met enkele collega's, waarvan collega Beg en collega Garenveld hier ook in de zaal zitten op de Jan Wierhoff in Tilburg, waarbij ik hen allebei ook nog even wil bedanken. Collega Everike de Jong heeft ook goed geholpen, ondertussen geriater in het ETZ. En de vierde naam, dat is professor Blom. Daar wil ik ook nog eventjes bij stilstaan. Dat is eigenlijk een specialist, zowel in Nederland als ook internationaal, op vlak van het Alice in Wonderland syndroom. Heel aardige, heel betrekbare man. Waarbij we eigenlijk ook met onze cliënt, met professor Blom, hebben contact opgenomen met de vraag van, hey, wij vermoeden hier dit syndroom, kunnen wij even bij u langskomen? En wij zijn ook met z'n allen, alle namen die jullie daar zien, en de cliënt, in de auto naar Den Haag getrokken. En daar hebben wij samen met die man, professor Blom, ontmoet. Die heeft ook meegedacht en mee geholpen het artikel te schrijven. Dus mochten er nog mensen zijn die straks denken van, hey, ik heb misschien een patiënt die wel kan vallen onder het Alice in Wonderland syndroom, kan ik jullie zeker met veel warmte aanraden om contact op te nemen met professor Blom. Hij heeft er ook zelf artikelen en boeken rondgeschreven. Dus heel veel literatuur van die beste man. Dan wil ik met jullie verder gaan. Het heeft natuurlijk betrekking gehad op een patiënt. Dat is een 65-jarige alleenstaande man die vrijwillig is opgenomen op de kliniek senioren op de Corvosseweg. En waarom is die man opgenomen? Die had last van somberheid, inactiviteit en bijzondere lichaamsbelevingen. En jullie voelen me waarschijnlijk al wat aankomend zijn. Ook die bijzondere lichaamsbelevingen zijn die betrekking hebben tot het Alice in Wonderland syndroom. Wat ook nog interessant is meteen, is de psychiatrische voorgeschiedenis van die man. Maar je zou nog kunnen denken van, goh, heeft het verband met de psychiatrische diagnostiek uit het verleden. Maar eigenlijk had die man best een blanco voorgeschiedenis. Er was wel een periode, jaren terug, was niet meer helemaal exact te achterhalen wanneer, waarbij hij aangaf dat er wel overmatig gebruik was van alcohol en benzodiazepines. Maar dat was eigenlijk op dit moment, op het moment bij opname en op het moment van de klachtenpresentatie, was daar geen sprake meer van. Die man gebruikte geen alcohol meer, gebruikte eigenlijk, voor zover we wisten, ook geen benzodiazepines meer. En verder eigenlijk was er een blanco psychiatrische voorgeschiedenis. Je zou je nog kunnen afvragen, was er een psychiatrische diagnose waarom hij aan het dempen was met alcohol of, en benzos. Maar dat kon niet hardgesteld worden. Ook nog eventjes bij deze casus of bij deze dia stilstaand, hoe zijn wij dan bij die man in aanraking gekomen? Het is ook wel een beste grappig en fijn verhaal. Ik had samen met collega Beg toen nog mentoraat bij dokter Garenveld. En de mensen die dokter Garenveld een beetje kennen, die weten dat hij heel veel interesse heeft en alles die met wetenschap en onderzoek te maken had. En tijdens het mentoraat zei hij van, hey, ik heb hier een man opgenomen, dat is toch wel een bijzonder beeld. Ik wil dat graag verder onderzoeken. Hebben jullie interesse om te helpen? En wij, zowel collega Beg als ik, liepen meteen warm. Collega De Jong was al betrokken als afdelingsbehandelaar. We ook graag mee aansluiten. En zo heeft dat eigenlijk een leven beginnen leiden. Toen hebben wij die man ook geïnterviewd, verder onderzoek gedaan. En zo verder. En zo zijn we dan tot een diagnose en tot een artikel gekomen. Dus eigenlijk nog even verder stilstaand, wat had die man eigenlijk allemaal van klachten? Ja, zoals eerder gezegd, hij was somber, ook sprake van anhedonie, dus de twee grote kenmerken van bij een depressie, maar ook sprake van problemen op vlak van eten en slapen. Hij geeft aan van, ik geniet niet meer van mijn eten, hij at om te overleven, kon ook niet scherp stellen hoeveel maanden sprake, maar hij was ook wel 10 kilo vermagerd over enkele maanden tijd. Er was ook sprake van klachten op vlak van slaap. Dan kijken we zowel naar klachten van het inslapen en van het doorslapen. Er was eigenlijk ook een suïcidale ideatie. Die man was eigenlijk ook benoemde wel eigenlijk suïcidale gedachten te hebben. Had daar nog geen pogingen ondernomen, maar is eigenlijk de manier van leven, en dat kwam dan vooral ook door de vreemde sensaties die jullie op het onderste bolletje zien staan, gaf eigenlijk aan dat hij zo niet meer verder kon leven. En dan vragen jullie zich misschien af van, goh, vreemde lichaamsbewegingen, vreemde sensaties, wat had die man eigenlijk allemaal? En dat ga ik jullie eventjes meenemen in de volgende dia. Hier zien jullie eigenlijk een overzichtje van wat hij allemaal had. Het is een wat vollere dia, maar hij had ook wel veel klachten. Voor de mensen die misschien luisteren en niet aan het kijken zijn, zal ik de belangrijkste nog even meenemen.
Hij had dus eigenlijk ook, hij had dus met name klachten die betrekking hadden op zichzelf, waarbij hij dus het idee had dat zijn hoofd eigenlijk heel breed en peervormig was. Hij voelde eigenlijk ook sidderingen in zijn kaken en stroomstoten door zijn lichaam. Hij voelde zich zijn lichaam uiteenzetten als een soort van hulk. Andere momenten voelde hij eigenlijk alles verkleinen, ook zichzelf, alles om zich heen. Ook had hij soms het idee dat zijn lichaam eigenlijk gesplitst werd, waarbij zijn beide lichaamshelften zoals een soort zee bij Mozes openspleten. En eigenlijk zijn hoofd, zijn nek alleen langer en langer werd. En zijn nek dan een soort van kromming maakte. Waardoor hij eigenlijk van op afstand met een soort van lang nek op zijn lichaam neerkeek. Waarbij dan die lichaamshelften eigenlijk, daar voelde hij dan een soort van water tussen stromen. Die dan wat later zich omvormden tot confetti en watten. Die dan zijn lichaam zo opvulden. Dus je hoort het toch allemaal vreemde belevingen. Als hij in de spiegel keek, had hij het idee alsof hij in een lachspiegel keek. Wat ook nog eens aangeeft hoe vervormd zijn gezicht en zijn lichaam was in zijn idee. Ook de omgeving was veranderd. Zo waren gezichten van mensen met wie hij sprak of die hij langs straat zag wandelen ook vervormd. Ook zag hij in de omgeving, als dan los van mensen, gewoon op voorwerpen, extra contouren, een soort van halo eigenlijk. En zag hij ook momenten in de omgeving helemaal groen en dan andere keren helemaal grijs. Verder relevant was ook dat hij verticale lijnen als schuin zag. Dus hij zag de lijnen wel nog, maar die stonden er plotseling helemaal anders uit. En verder had hij ook momenten dat alles vertraagd bleef. Dus alsof de tijd eigenlijk maar op een halve snelheid bewoog. Of dat hij alles vierdubbel zag. Je zou kunnen denken, iemand die goed gedronken heeft, die dubbel ziet. Maar hij zag het dus vierdubbel. En er was dus voor alle duidelijkheid geen sprake van alcohol in het verhaal. En hoe zijn die klachten begonnen? Enkele maanden voor meneer was opgenomen, werd hij eigenlijk wakker op een bepaalde ochtend met een soort grieperig gevoel en begon die sensaties eigenlijk op te komen, waarbij eigenlijk die afgewisseld werden van de ene naar de andere sensatie. Dus voor alle duidelijkheid, hij had ze niet allemaal tegelijk, want dat kan ook bijna niet, denk ik, maar hij had ze wel na elkaar, waarbij eigenlijk continu door hij wel een paar van die klachten had. Nu, was er sprake van somatiek bij die man? Jazeker, relevante somatiek. Met name, hij had, was sprake van hypertensie. Hij had ook klachten aan het hart, angina pectoris gediagnosticeerd. Er was ook sprake van overgewicht. Hij had ook een voorgeschiedenis waarbij hij al 2 maal een herseninfarct had gehad. Ik geef jullie al een kleine voorspeller. Dat herseninfarct is wel relevant. Kom ik zo meteen op terug. Voor hij opgenomen was op de Korvosseweg, was hij ook bij de neuroloog geweest. En de neuroloog had sprake van lichte hemiparese links en een atypische lichamelijke sensaties. Uiteraard komen die sensaties terug bij de dia van daarnet. En dan nog was er ook beeldvorming geweest, met name een MRI. En daar kwam uitgebreide witte stofafwijkingen voor, vasculair van aard. En die 2 herseninfarcten werden dus geconcludeerd als een kleiner ouder en een groter semi-recent ischemische afwijking. Een rechter centrum semi-ovale. Dus best wel relevant dat 2 infarcten waren die eigenlijk in hetzelfde hersengebied hadden plaatsgevonden. Dan om eventjes al die klachten samen te vatten in wat diagnostische termen, hebben we hier het psychiatrisch onderzoek. Dus we zien een matig verzorgde man met nicotinevingers en decorumverlies. Hij had dus wel een coherent denkbeeld waarin hij wel neigde tot perseveratie. En dan eigenlijk bij opname werden zijn klachten benoemd als complexe visuele hallucinaties. Omdat eigenlijk bij opname natuurlijk nog niet meteen werd gedacht aan zo'n zeldzaam beeld. Maar meer werd stilgestaan bij wat zou hier aan de hand kunnen zijn. En dan kwam eigenlijk uitgekomen op vlak van hallucinaties. Achteraf de vraag. Was er ook wel sprake van hallucinaties of waren er eigenlijk geen hallucinaties? Doorheen de presentatie kom ik daar wel nog met jullie op terug. Wat het verschil is tussen deze man zijn klachten en hallucinaties. Misschien zelfs ook de vraag, is er wel een verschil? Vreemde lichaamssensaties die betrekking hadden op zichzelf, die worden ook wel metamorfopsieën genoemd. Dat is een term die misschien bij enkele van jullie nu nog onbekend in de oren klinkt. Die klonk bij mij, voor ik begon aan dit onderzoek, toch onbekend in de oren. En daar ga ik later in deze presentatie nog verder met jullie op terugkomen. Zien jullie hier al even de term, komt straks de uitleg erbij.
het stukje van het lichaam die toch ook groter en kleiner werd, dat kunnen we ook als dat is een totale en partiële micro- en macro-somatognosie. Die terminologie benoem ik nu al eventjes kort, wordt later ook uitgelegd. Dan hadden we ook inderdaad splijting van het lichaamsschema, bizarre lichaamsschema-illusies, de tijdsvervormingen, dus met name dus dat de omgeving die als slow motion werd ervaard. En dus ja, de derealisatie, de depersonalisatie. Want wat wel heel relevant is bij deze man, is dat hij eigenlijk wel een intacte realiteitstoetsing had. Dus die man ervaarde al die klachten, zag ook meerdere van die klachten, maar had eigenlijk wel bij zichzelf het idee van, ja, dit klopt niet. Die man wist eigenlijk van, ik voel dit, ik zie dit, ik ervaar dit, ik leef dit, maar dit is eigenlijk niet hoe het hoort. Dus die man wist wel dat wat hij meemaakte eigenlijk niet overeenkwam met de realiteit. En dat drukte zijn stemming, dat leidde ertoe dat hij eigenlijk zo somber werd. Dat hij dacht van ja, wat gebeurt hier allemaal met mij? En het wordt niet beter, ik zit hier nu al enkele maanden mee. Waardoor hij eigenlijk ook geen uitweg meer begon te zien. En van daaruit dus die suïcidale gedachten kreeg. En dit kwam dus ook op psychiatrisch vlak, op psychiatrisch onderzoekvlak met een afgevlakte mimiek. Ja. Nu, wat hebben we dan uiteindelijk, of wat werd er dan op de kliniek eerst als diagnose gesteld bij die man? Ja, spraken de somberheidsklachten. Ik denk dat velen van jullie al zaten te denken van, dat klinkt toch als een stemmingsprobleem. Yes, dat werd op de kliniek ook zo gelabeld als een depressieve stoornis. Maar toen in eerste instantie stemmingsincongruente psychotische kenmerken. Nu, zoals ik jullie al een beetje aan het verklappen was, werd er toch wel getwijfeld van, goh, zijn het allemaal wel psychotische kenmerken? En werd er eigenlijk toch uiteindelijk verder onderzoek gedaan, waardoor we dus bij dat Alice in Wonderland syndroom kwamen. En dan kunnen we eigenlijk stellen van ja, zijn dat wel echt psychotische kenmerken? Dat werd oorspronkelijk zo wel gesteld, maar het lijkt toch wel meer te passen bij distorsies. En wat distorsies zijn, ga ik jullie zo meteen nog wat verder uitleggen. Maar het lijkt toch wel passend te zijn bij distorsies kenmerkend voor AIWS. AIWS is dus het Alice in Wonderland syndroom. Dat dat best een lange term is, heb ik die een paar keer in de presentatie afgekort als AIWS. Is ook een legale afkorting, is ook een internationaal gebruikte afkorting voor het Alice in Wonderland syndroom. Het is niet eentje dat ik los uit de vingers heb gezogen. Maar dat AIWS, dat zou dus eigenlijk secundair zijn bij die twee infarcten, dus bij de cerebrovasculaire aandoening waarbij die man dus gekend was. En hoe die etiologie eigenlijk nog meer veralgemeend in elkaar zit, daar kom ik nog met jullie op terug verder in deze presentatie. Dus dat was eigenlijk nu eventjes tot nu toe alles omtrent die patiënt. Dan gaan we nu eventjes een stap terugzetten en het even wat breder bekijken op het Alice in Wonderland syndroom op zich. Misschien zaten meer een deel van jullie al te denken van, hey, Alice in Wonderland, ik ken dat. Daar is een boek van, daar is een film van. Ja, dat klopt. Links zien jullie eigenlijk een fragment uit de Disney-versie van Alice in Wonderland. En rechts zien jullie een afbeelding uit een van de boeken die geschreven zijn. Een afbeelding uit het boek van of uit de roman van het Alice in Wonderland. En ik ga zo meteen nog wat meer stilstaan bij wie dat Alice in Wonderland verhaal, boek, eigenlijk, wie daar eigenlijk ooit mee begonnen is. Maar eerst ga ik jullie eventjes testen met een vraagje. Even kijken of mensen nog allemaal wat actief aanwezig zijn. En in tegenstelling tot mijn voorganger heb ik er meer keuzevraagjes van gemaakt. Eigenlijk omdat ik dacht dat dat misschien het simpelste was in de chat. Dus ik ga eerst de vraag tonen. En ik denk eigenlijk dat jullie gewoon kunnen een A, B, C of D sturen in de chat. Dus wat is de vraag? Ja, wat is eigenlijk het verschil tussen distortie en hallucinatie? Want ik heb het al een paar keer over hallucinatie gehad. Ik heb recent ook even het woord distortie in de mond genomen. Maar wat is het verschil eigenlijk? En dan is dat eigenlijk praktisch hetzelfde, maar is distortie een lichtere variant, zoals we bijvoorbeeld hypomanie, manie hebben? Of heeft een distortie een zintuiglijke basis en een hallucinatie niet? Of is het misschien net omgekeerd, dat een hallucinatie een zintuiglijke basis heeft en een distortie niet? Of ben ik jullie eigenlijk gewoon allemaal bij het oortje aan het nemen en zijn dat eigenlijk gewoon twee synoniemen? Een distortie en een hallucinatie, is dat gewoon hetzelfde? Dat is dan punt D. Misschien is het dat. Dus ik geef jullie eventjes de tijd om een antwoord in de chat te geven. Die verschillende
antwoorden voorbij komen? A in ieder geval niet, maar B en C worden veel genoemd. En je zegt de distortie heeft een zintuigelijke basis. Hallucinatie is een visueel zintuigelijk iets? Of bedoel je een distortie heeft een tactiel zintuigelijk? Of hoe moeten we het begrijpen? Jullie mogen het begrijpen in de zin dat een distortie... Ja, of de, zwart, is het zo? Is het een distortie? Of het stukje zintuigelijke basis, is dat het eigenlijk... dat er iets in de omgeving... Zal ik het zeggen, zijn oorsprong heeft en dat de distortie of de hallucinatie vanuit dat originele beeld afwijkt. En het alternatief is dat het eigenlijk helemaal niets te maken heeft met een beleving uit de omgeving. Ja, het is wel leuk. Ik zie eigenlijk ze allemaal voorbij komen. Zowel A, B, C, D. Dus ik heb eigenlijk wel wat leuke antwoorden bij elkaar bedacht. Ja. Wachten we nog even op of gaan we gewoon... Volgens mij heb je ons genoeg in spanning gehouden. Er zijn er veel antwoorden gegeven. Je mag het goede antwoord presenteren. Het goede antwoord komt op de volgende dia, maar nog niet meteen. Ik ga eerst nog iets anders vermelden en dan komt het antwoord. Dus ik laat jullie nog even in spanning. Ik ga eerst eventjes terugkomen bij Alice in Wonderland. Wie kwam eigenlijk met dat idee, dat verhaal, van waar komt dat? En dan kom ik eigenlijk uit bij Charles Ludwig Dodgson, als ik het goed uitspreek. Beter bekend als Lewis Carroll, waarvan ik eigenlijk met veel moeite een foto heb gevonden, een zwart-wit foto die jullie daar ook zien. En dat is eigenlijk de auteur van het oorspronkelijke Alice in Wonderland verhaal. Nu, de vraag achteraf gesteld door meerdere onderzoekers van, hoe kwam die man eigenlijk bij dat verhaal? Heeft hij dat echt los uit zijn duim gezogen, want dat leek toch wel echt heel bijzonder dat die man zo creatief was, dat hij eigenlijk in zijn verhaal meerdere symptomen van het Alice in Wonderland syndroom, syndroom die toen wel nog niet als syndroom gesteld was, maar dat hij toch meerdere symptomen die later als een syndroom werden gekoppeld, dat hij die eigenlijk in één verhaal boekte. Of had die man zelf het Alice in Wonderland syndroom? Is het eigenlijk een autobiografie? Had hij zelf die klachten en heeft hij gewoon een verhaal gemaakt van zijn eigen klachten? Want het was gekend dat die man wel last had van migraine. En ik geef al opnieuw een kleine voorspeller. Migraine zal straks ook bij etiologie terugkomen. Dus ja, misschien had die man zelf die klachten en heeft hij eigenlijk gewoon over zijn eigen leven een verhaal gemaakt. Ja, voor zover ik weet is daar nooit volledig zekerheid over geweest. Maar bijvoorbeeld... een Amerikaanse neuroloog met de naam Lippmann heeft daar in 1952 toch ook wel onderzoek naar gedaan. En die had toch wel echt een heel sterk vermoeden en kwam toch tot de conclusie dat het een autobiografische inslag had. Nu, het Alice in Wonderland syndroom op zich, de meest bekende psychiater die dat echt als syndroom geduid heeft, is John Todd in 1955. En dat is eigenlijk ook de reden dat een synoniem voor het Alice in Wonderland syndroom gewoon het Todd-syndroom is. En wie was die man? Kleine uitweiding nog over John Todd en dan komt het antwoord op de vraag. John Todd, dat was eigenlijk een Britse arts die eigenlijk gestudeerd heeft in Londen. Had daar eigenlijk ook al een proefwerk richting de gynaecologie geschreven. Maar is toen na de oorlog getrokken, Tweede Wereldoorlog. En toen hij terugkwam, wilde hij zich verdiepen op een specialisatie. En dan koos hij toch... Een beetje bijzonder aangezien hij toch in de gynaecologie al iets geschreven had, maar koos hij toch voor het fantastische vak van de psychiatrie. En zo kwam hij eigenlijk terecht in een groot psychiatrisch ziekenhuis, waar echt dat bijna een dorp op zich was, dat eigenlijk ook echt heel veel specialiteiten had in kader van de dagelijkse huishouding. Ik wil zeggen, daar zaten bakkers, daar zaten slagers, daar zaten kappers, ik bedoel, Die patiënten die daar woonden, konden eigenlijk gewoon in die kliniek blijven wonen. Maar dat was eigenlijk kort na de introductie van chlorpromazine. Dat was toen een nieuw antipsychoticum in die tijd, waarop eigenlijk die aan bijna alle patiënten of alle patiënten met psychotische klachten of zogezegd psychotische klachten werden gegeven. En dat was eigenlijk goed effect op. En iedereen die daar goed op ging, kon eigenlijk terug naar huis en kon terug deelnemen aan de maatschappij. Dus meneer Todd, of dokter Todd, die kwam toen uit bij een patiëntenpopulatie die zogezegd therapieresistent was
op dat antipsychoticum. En toen is hij eigenlijk gaan onderzoeken van, goh, aan die mannen hier iets gemeen? Hoe komt het dat eigenlijk deze mensen met deze klachten niet reageren op dat antipsychoticum? Toen heeft hij eigenlijk al zijn patiënten onderzocht en kwam hij eigenlijk op neer dat vele van die therapieresistente patiënten een cluster van symptomen had. En uiteindelijk heeft hij dat cluster van symptomen dan gelabeld als het LSI-Wonderland-syndroom. Hij was zeker niet de eerste om die symptomen waar te nemen. Hij was ook niet de eerste om dat te linken aan het LSI-Wonderland-verhaal. CFR, de dokter Lepman, dat ik net zei. Maar hij was wel de eerste om echt al die symptomen te clusteren als één syndroom. En daarom is hij eigenlijk de bekendste naam op vlak van het LSI-Wonderland-syndroom, omdat hij echt dat als een syndroom geclusterd heeft en dat gekoppeld heeft aan het AIWS, zijnde als syndroom. En nu ga ik jullie niet langer in spanning laten. Wat is het antwoord op de vraag? Distorties, dat zijn dus eigenlijk specifieke aspecten waarbij je, dat zijn dus, dat, sorry, distorties zijn, een distortie is een zin, is een aspect, hoe zal ik het zeggen, wanneer ik mijn tekst kwijt, maar een distortie is eigenlijk iets waarbij een specifiek zintuigelijk aspect in de omgeving anders wordt waargenomen. Dus eigenlijk opnieuw die rechte lijnen die krom worden gezien, gezichten die worden gezien, maar die een andere vorm hebben, omgeving die een andere kleur heeft. En wat is het verschil met de hallucinatie? Dat de hallucinatie eigenlijk geen zintuigelijke basis heeft. Op die manier, als iemand echt visuele hallucinaties heeft, auditieve hallucinaties heeft, het is niet dat je hebt soms uitzondering, maar over het algemeen zien die mensen hallucinaties terwijl we eigenlijk niet zien. Of horen die mensen stemmen of andere geluiden, terwijl iemand anders dat helemaal niet hoort. Distortie heeft dus wel iets met de werkelijkheid, maar een afwijking. Wat is dan het verschil met een illusie? Een illusie heeft ook een invloed op de zintuiglijke werkelijkheid. Maar dan wordt iets toch in een totaal andere configuratie gezien. En dan het makkelijkste voorbeeld lijkt me iemand die een wapperend gordijn ziet aan een raam en die dat verward met een inbreker. Dus dat eigenlijk helemaal dat gordijn niet meer herkent, maar er echt een inbreker in ziet. Dus dat is eigenlijk het grootste verschil wat we gesteld hebben tussen distorties, illusies en hallucinaties. Nu, welke verschillende distorties zijn er eigenlijk? Ja, jullie zien het, mijn dia is nog niet compleet, maar dat was omdat ik ook jullie nog niet allemaal in één keer wil mee overvallen. Maar er zijn er eigenlijk verschillende waarbij de meeste visueel van aard zijn. Jullie zien er al enkele termen waarbij op de dia hierna uitgelegd wordt wat het inhoudt. Maar zo hebben we micropsie en macropsie, teleopsie, dysmorfopsie, kinetopsie. Misschien kunnen jullie ondertussen al even bij jullie zelf bedenken wat zou dat kunnen zijn. En dan kom ik zo meteen met de uitleg. Maar wat hebben we ook? Tilt-shift distorties, waarbij voorwerpen eigenlijk echt op een schaalmodel worden gezien. Dus dingen worden echt in het geheel kleiner of groter gezien. Heeft wel een verband met de micropsie en macropsie. Wat hebben we nog meer? Somesthetische vervormingen. Dus dat is eigenlijk dingen met betrekking, of distorties met betrekking op het eigen lichaam. Daar kom ik op de volgende dia nog op terug. Dan hebben we ook die tijdswaarneming die anders wordt waargenomen. En dan is er de laatste tijd, lijkt er ook sprake te zijn van akoestische varianten. Dat, eigenlijk, dat wordt nog verder onderzocht. Daar is nog niet zoveel achtergrond rond. Dus nu kom ik eventjes met een leuke print waarop jullie wat uitleg zien wat het allemaal is. Ik heb hem zelf eigenlijk best klein in mijn scherm, maar ik zal even met jullie meekijken. Dus ja, micropsie, macropsie, dat spreekt misschien een klein beetje voor zich dat objecten kleiner of groter worden gezien dan ze daadwerkelijk zijn. Teleopsie heeft dan te maken dat ze verder weg zijn dan dat ze daadwerkelijk zijn. Pelopsie is dan net het omgekeerde. Dysmorfopsie, dat zijn lijnen en contouren die golvend van aard lijken, dus rechte lijnen die golvend van aard worden waargenomen. Kinetopsie zien jullie daar ook, dat is alsof het beweegt, alsof de dingen om je heen bewegen. De derealisatie. Stoornis in dat is een moeilijk woord voor mij om uit te spreken, chrononoxie. Dat heeft dus te maken met die tijd die anders wordt waargenomen.
En dan hebben we nog die macrosomatognosie en de microsomatognosie, die zowel partieel als totaal kan zijn. En om enkele van die zaken nog wat toe te lichten, heb ik daar enkele prentjes bij. Deze, sommige van jullie herkennen die misschien uit de poster die we ook gemaakt hebben. Nu, op die poster kom ik straks nog terug. Maar hier zien jullie dus die microsomatognosie en die macrosomatognosie, waarbij jullie mogen vanuit gaan dat het hoofd wordt in beide varianten als normaal waargenomen. En bij die linkse, ja, het lijkt een beetje of dat hoofd net groter is, maar eigenlijk is het hoofd normaal en wordt het lichaam als kleiner waargenomen. Dus dat zijn twee voorbeelden van een partiële variant. En bij de rechtse wordt dus het hoofd als normaal waargenomen, maar is het ganse lichaam vergroot ten opzichte van het hoofd. Dan heb ik ook nog twee andere voorbeelden. En die plagiopsie die staat hier niet in die tabel, maar die plagiopsie is eigenlijk heel simpel. Dat de rechte lijnen onderaan in dat bolletje, dat is eigenlijk de werkelijkheid, maar dat eigenlijk een deel van de rechte lijnen als schuin wordt waargenomen. Dit zijn voor alle duidelijkheid niet alle distorties, want er zijn hier heel veel distorties beschreven. In de boeken van professor Blom wijdt hij er 2 tot 3 pagina's aan. Maar hier hebben we, zoals ook te zien is, de 10 meest beschreven distorties voor jullie opgesomd. Dit zijn degenen die in de praktijk het vaakst worden benoemd door patiënten. En we zitten weer in het donker, maar dat is geen probleem. Ik ga gewoon verder en we hebben weer licht, nog fijner. Nu, kijk, wat is nog zo bijzonder aan dat Alice in Wonderland syndroom? Jullie zien het daar staan, 84% unimodaal, 16% multimodaal. Dus eigenlijk, ja, meer dan 8 op de 10 patiënten hebben eigenlijk maar één van die klachten, één distortie, één symptoom. Dus dan is het eigenlijk nog moeilijker om die diagnose te stellen op één symptoom. Het is eigenlijk maar 16%, dus echt een minderheid, die echt een cluster heeft van die symptomen. Dus als jullie nog een beetje herinneren, in het begin van deze presentatie kwam ik eigenlijk af met echt een overzicht van verschillende klachten. Dus onze patiënt had echt een multimodale variant, verschillende klachten. Maar daarbij behoort hij dus wel tot een minderheidsgroep. Wat ook relevant is, is dat er een zeer wisselende duur van de klachten wordt beschreven. Sommige patiënten hebben er echt maar enkele seconden last van, minuten, uren. Dus ja, dan beleven het gewoon een klein moment van de dag. En daarna komt het niet meer terug. Andere mensen kunnen het eigenlijk wel ook echt kunnen er dagen, weken, maanden tot jaren last van hebben. Waarbij het eigenlijk dan heel vaak terugkeert. Nu, er is ook een bepaalde bijzondere variant en dat wordt dan de cerebrale astenopie genoemd. En dat wordt eigenlijk omschreven als dat eigenlijk mensen naar iets kijken eigenlijk, en dat ze het eerste moment zeggen van ja, er is niets aan het handje, of er is niets aan de hand, excuus. En dat dan plotseling die klachten opkomen. En dat wordt eigenlijk gekoppeld aan een ongewoon snelle vermoeidheid van het perceptuele systeem in de hersenen. Dan ga ik nog eventjes met jullie stilstaan bij de pathofysiologie, want waarschijnlijk zijn enkele van jullie of de meerderheid van jullie nu al aan het denken van goh, hoe komt dat eigenlijk? Nu, het heeft eigenlijk een pluriform neurobiologisch verklaringsmodel, waarbij eigenlijk afhankelijk van de symptoom, afhankelijk van de specifieke distortie, er vaak een link wordt gevonden met de neurale netwerken die eigenlijk geassocieerd zijn. Dus daar zien jullie die V1, V4, V5, dat heeft eigenlijk te maken met de visuele cortex. En dan afhankelijk van welk gebied in de cortex aangetast is, zijn er specifieke klachten. Rond die V1 kan ik jullie bijvoorbeeld nog uitleg geven dat de hypothese is dat te maken heeft met cortical columns. Dus dat zijn bepaalde kolommen die dan aangetast zijn en die dan worden en dat de functie dan wordt overgenomen door kolommen die naburig gelegen zijn. En dat zou bijvoorbeeld de hypothese zijn waarom rechte lijnen als schuin worden ervaren. Dat het stuk van de hersen die instaat voor het recht zien, dan aangetast is. En dat het stuk die instaat voor schuin zien, dat dan overneemt. V4, V5, dat heeft dus, zoals jullie te zien, V4 te maken met kleurveranderingen, V5 met waargenomen snelheid. Nu, ik moet jullie wel eerlijk bekennen, dit is, vind ik persoonlijk, een zeer interessante theorie, die eigenlijk wel nog zou kunnen kloppen. Maar deze theorie is wel al bewezen bij dieronderzoek, maar is tot op heden nog niet bewezen bij menselijk onderzoek. Dus daar moeten we wel meenemen als kanttekening.
Nu, wat is verder nog aangetast bij de visuele distorties? Dat is met name de rechteroccipitale regio, visuele tractie, corpus callosum. Waarbij eigenlijk, om eventjes terug te komen met de vorige dia, de visuele netwerken, daarin wordt dan een verminderde functionele connectiviteit waargenomen. En de basale ganglia en, het executieve netwerk, daar is dan net een hogere functionele connectiviteit. Als we kijken naar de somaesthetische vervormingen, dan zitten we meer in de somatosensorische regio's. En dat is dan parieto-temporo-occipitale overgangsgebied. Het temporele netwerk, dat heeft daarin relevante neocortex, thalamus, amygdala en pons. En als die 16% multimodaal, hoe zit dat dan? Nu, daar zijn twee theorieën rond. Of het kan op twee mogelijke manieren. Ja, de vraag is, zijn twee theorieën of er zit allebei? Dat onderscheid is op dit moment nog moeilijk te stellen. Maar of er is toevallig, zijn er meerdere netwerken naast elkaar aangetast, waardoor er meerdere klachten zijn, of meerdere distorties worden waargenomen. Of er is net een onderliggend probleem in een specifieke hersenregio, waar verschillende functies samenkomen. Nu, wat de etiologie, dat zien jullie hier op deze presentatie. Er zijn dus verschillende aandoeningen die wel echt gelinkt zijn als een uitlokkende factor van het LSI-wonderland. En zo wordt ook wel de brug gemaakt met de somatiek. Het is gekend dat er bepaalde medicatie en bepaalde drugs zijn, of intoxicatie van bepaalde medicatie en bepaalde drugs die tot de LSI-wonderland kunnen leiden. Nu dan spreken we wel, voor zover we weten, vaak over een tijdelijke variant die overgaat als de medicatie of de drugs uitgewerkt zijn. Maar er is ook sprake van infecties van het Epstein-Barr-virus en de influenza. Er zijn ook paroxysmale neurologische aandoeningen zoals epilepsie en migraine. Komen we terug bij die migraine. Structurele aandoeningen in de hersenen, spreken we over een cerebrovasculair accident. Tumor in de hersenen, neurodegeneratieve processen en trauma capitis. En er is beperkt sprake in de literatuur, daar heb ik geen verdere details over gevonden, dus helaas kan ik jullie daar niet meer over vertellen. Maar er zijn ook hypotheses dat er ook psychiatrische syndromen zijn die het AIWS kunnen uitlokken. En dan spreken we over stemmingstoornissen en psychotische stoornissen. Dat laatste vond ik zelf bijzonder interessant, was ik over laatst ook nog met dokter Gareveld over in discussie. Want dat zou eigenlijk de hypothese stellen dat je eigenlijk distorties en hallucinaties naast elkaar kan hebben. Daar heb ik eigenlijk niet meer literatuur rond gevonden, maar dat zou het wel extra interessant en ingewikkeld kunnen maken. Maar daar heb ik op mijn laatste dia ook nog een woordje over. De volgende dia gaat nu eigenlijk over behandeling. Maar, ik ben iets te rap. Eerst nog een dia over diagnostiek en dan komt behandeling. Want hoe gaan we dat diagnostiseren? Misschien eerst de vraag, moeten we dat diagnostiseren? Want je kan je dezelfde vraag stellen. Wat is de meerwaarde dat we weten dat dit speelt? Kunnen we dit diagnostiseren? Nu, als het klachten zijn die eigenlijk heel kortstondig hebben plaatsgevonden, seconden, minuten, uren, en die daarna niet meer zijn teruggekomen, kan je eigenlijk heel sterk de vraag stellen, heeft het de meerwaarde om diagnostiek te doen? Ik denk dat dat dan eigenlijk meer arts en patiënt samen zijn die daarop uit moeten komen, wat de wens daarin is. Is er wel de vraag voor diagnostiek? Wat is dan sowieso belangrijk en noodzakelijk? Een psychiatrisch onderzoek, een neurologisch onderzoek, een EEG en cerebrale beeldvorming. Afhankelijk van wat de vermoedelijke onderliggende oorzaak zou kunnen zijn, kan het nog relevant zijn om liquorpunctie, oogonderzoek of een KNO-onderzoek te doen. En nu kom ik nog met twee vragen. Ik ga dus zo meteen met jullie stilstaan bij behandeling. Maar de eerste vraag, zijn er eigenlijk evidence-based behandelrichtlijnen om het LSI-Wonderland-syndroom te behandelen? En ja, het is gewoon 50-50. A is ja, B is nee. Dus denken jullie dat er evidence-based behandelrichtlijnen zijn? Even naar de antwoorden te kijken. Er wordt goed nagedacht.
Ik zie heel veel mensen nu nee zeggen, maar er waren ook al een aantal mensen die A hadden geantwoord. Maar het overgrote deel zie ik toch dat mensen erg negatief zijn over het gevoel dat er een evidence-based behandelrichtlijn zou zijn. Weet ik niet of je nou ons weer zo lang in spanning gaat houden. Ja, nu ga ik jullie niet te lang in spanning houden. Nu ga ik gewoon zeggen hoe het zit. Beetje geven en nemen. Hè? Nee, het antwoord is inderdaad B. Dat klopt. Er is geen evidence-based behandelrichtlijn op heden. Of toch voor zover ik weet. En tot zover we met onze literatuurstudie konden achterhalen. Professor Blom is trouwens ook niet van evidence-based behandelrichtlijnen. Dus ik ga gewoon stellen nee. Maar dan komt mijn volgende vraag, is ook meteen de laatste vraag uit deze presentatie. Is er wel medicatie die in de praktijk effectief is bij behandeling van het LSI-Wonderland-syndroom? En daarin heb ik 6 antwoorden, waarbij ik het jullie eventjes wat moeilijker maak, dat er misschien meerdere antwoorden mogelijk kunnen zijn. Ik heb de eerste 3 gewoon alfabetisch opgesomd. A, anticonvulsiva. B, antidepressiva. C, antipsychotica. D, is dan migraineprofilaxe, E, benzodiazepines? Of ben ik jullie opnieuw allemaal iets op de mouw aan het spelen en is het gewoon F? Nee, er is geen medicatie die effectief is. Dus als jullie nu in de chat willen antwoorden, graag op vraag 3 antwoorden. Ik weet niet, heel veel mensen geven weer verschillende antwoorden. D zie ik veel voorkomen, maar ook een combinatie van allerlei zaken. Intussen heb ik heel stiekem op internet te kijken en zie ik ook bij de kinderneurologie daar een handreiking voor. Ik weet niet of die evidence-based is, maar dan zie ik zelfs codeïne, wat wij hier op tafel hebben liggen tegen de hoest, dat ook bij mensen wordt voorgeschreven. Die staat nog niet in het rijtje, maar ik ben benieuwd wat jij gaat adviseren. Codeïne kwam ik zelf niet tegen, nee. Maar goed, de link dat je maakt met de kinderneurologie, ben je maar even voor, want daar wil ik ook zo meteen nog een klein bruggetje aan maken. Nu, ik zag ook een antwoord voorbij komen van een bepaalde collega die mee het artikel geschreven heeft. Uiteindelijk, uiteraard had hij het wel bij het rechte eind. Er zijn zelfs collega's die A, B, C en D stellen. Ik zie dat er nog altijd mensen de antwoorden aan het doorgeven zijn. Ik zou misschien nog even wachten, want het is misschien wel heel leuk om hier even over na te denken. De collega in kwestie heeft zijn antwoord nog eens doorgestuurd. Ik zie A en D wel heel veel voorkomen. Mm-hmm. Ik ook. Af en toe zie ik C ook nog passeren. Soms ook eens B. Op C zie ik E niet, bijna niet of niet. En een uitzondering zegt ook F. Nu Rob, gaan we gewoon verder gaan? Ik denk het wel. Kijk, hier is de dia rond behandeling. Dus om opnieuw terug te keren, geen evidence-based richtlijnen. Nu, dezelfde vraag als bij diagnostiek geldt bij behandeling. Is er wel noodzaak voor de behandeling? Is het geïndiceerd? Is het wenselijk? Hoe lang zijn de klachten aanwezig? Is dat natuurlijk bij relevant, maar wel wil de patiënt zelf ook. Dus ja, gaat het spontaan in remissie? Soms misschien als het een unimodale variant is, als er maar één distortie is. Als er maar één distortie is, is de lijdensdruk misschien ook best laag en is het ook niet nodig om te behandelen. Want ja, zoals we allemaal weten, medicatie heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Ook natuurlijk rekening houden met wat is de etiologie van het AEWS. Want als we die etiologie kunnen behandelen, misschien is het dan niet nodig om de symptomen op zich te behandelen. Maar wat was eigenlijk het antwoord? Zowel A als D, anticonvulsiva en migraineprofilaxe. Eigenlijk uit het onderzoek en het advies van professor Blom dat wij terugvonden, worden antipsychotica eigenlijk gecontraindiceerd. Omdat die eigenlijk de convulsiedrempel kunnen verlagen.
En dat epilepsie net een etiologische factor is die kan leiden tot het LSD-Wonderland-syndroom. Dus de mensen die A en D hadden aangeduid aan het bij het rechte eind. De mensen die C hadden gesteld, moet ik eerlijk zeggen, dat was ook mijn eerste idee. Maar bleek achteraf eigenlijk dat dat net een contra-indicatie zou zijn. Wat het net nog extra moeilijk maakt om het onderscheid te maken tussen de distorsies en de hallucinaties. Nu kom ik al bij de conclusie met jullie. De conclusie is eigenlijk ook meteen de take-home messages. Dus als er enkele mensen van jullie zijn die ondertussen gedeeltelijk zijn afgehaakt, zou ik jullie toch attenderen. Probeer nu met name nog even attent te zijn. Want nu komen de belangrijkste dingen die ik hoop dat jullie meenemen naar huis. Ik begon eigenlijk mijn presentatie met te zeggen van het LSD-Wonderland-syndroom is een zeldzaam gesteld. Maar goed, is de vraag, is het een zeldzaam syndroom? Of wordt het gewoon vaak gemist? En is het net omdat het zo'n overlap of op het eerste zicht zo toch wel gelijkenissen heeft, lijkt dat de distorties kunnen lijken op hallucinaties, dat we het eigenlijk heel vaak als een psychose duiden. En misschien zelfs nog meer, dat we het dan als een therapieresistente psychose zien. Dus misschien hebben we allemaal veel meer patiënten die deze problematiek hebben. Dat zien we het niet altijd. Dat was eentje die ik alleszins zelf meenam. Nu, wat is eigenlijk nog bijzonder aan deze casus? En nu maak ik het bruggetje dat Rob daarnet al even stelde. Dat eigenlijk de merendeel van de literatuur eigenlijk dat met name sprake heeft op kinderen en jongvolwassenen. Die dan heel vaak unimodale distortie aan. Dus één klacht die ook meestal tijdelijk is en duur. Maar wij zaten dus met een uitzonderlijke casus, namelijk qua leeftijd. Een oude man. Oudere man, excuus. En een scala van symptomen. Even terugkijken naar een van de eerste dia's met al zijn klachten. De etiologie van het LSD-Wonderland-syndroom. Dat is pluriform. Het kan zowel een internistische, neurologische als psychiatrische oorzaak hebben, waarbij eigenlijk ook hier eigenlijk nog niet alles volledig uitgekristalliseerd is, nog niet alles volledig gekend is, hoe dat bijvoorbeeld die psychiatrische problematiek dan specifiek leidt tot het LSD-Wonderland-syndroom. Het gemakkelijkste is eigenlijk echt een aantasting van de hersenen, want dat kunnen we ook gewoon, dat zien we op beeldvorming, en zo kunnen we qua op vlak van hypotheses wel makkelijker een inschatting maken, maar de andere oorzaken zijn toch wat moeilijker om het bruggetje te maken van oorzaak tot gevolg. Maar het is dus best breed. En kijk, als we eventjes terugdenken dat inderdaad klopt, zoals de literatuur aanduidt, dat een psychotische stoornis ook tot het AEWS kan leiden, Is het in de praktijk wel echt ingewikkeld en moeilijk om het verschil te zien tussen de distortie en de hallucinatie? Met name als het unimodale distorties zijn en iemand maar één klacht heeft. En stel dat we verder gaan in het idee dat iemand echt hallucinatoire klachten, een psychotische stoornis heeft, en daarbij één iets benoemt die dan een distortie is. Ja, zie daar dan maar eens het bos tussen de bomen. Dus dat is best wel een ingewikkelde. En behandeling, migraineprofilaxe, omdat wel heel vaak werd nog meer dan de andere etiologische problematiek, of nog meer dan de andere etiologische, meer dan de andere oorzaken, ga ik gewoon zeggen, gewoon makkelijker, werd vooral migraine en epilepsie als oorzakelijke factor gesteld. Dus daarom dat met name ook wordt ingesteld op migraineprofilaxe en anticonvulsiva. En om nog eventjes als laatste een brugje te maken naar de casus waarmee wij begonnen, waarmee ik begon. Die man werd eigenlijk oorspronkelijk behandeld met een antidepressieve, waarop zijn stemming wel opklaarde, maar de distorties wel nog aanwezig bleven. Daarna, op advies van professor Blom, werd valproïnezuur gestart. En daarop zijn eigenlijk de distorties ook grotendeels tot bijna helemaal opgeklaard
waardoor die man eigenlijk ook, dat dat geen invloed meer had op zijn dagelijkse leven, dat hij ook in goede gezondheid naar huis is kunnen gaan. Maar de vraag die we dan konden stellen achteraf, wat als we meteen gestart waren met anticonvulsiva, wat als we meteen met Depakine of valproïnezuur gestart waren? Misschien hadden we dan geen antidepressieve moeten opstarten, want als die distorsies bijtrokken, was waarschijnlijk, dat is toch de hypothese, zijn stemming ook opgeklaard. Dat de hypothese is dat zijn stemming natuurlijk, dat de depressie secundair was aan de distorsies die hij had. En dan neem ik jullie ook nog even mee. Ik denk dat het op de dia best moeilijk te zien is, maar ik had even geen ander idee hoe ik die poster nog eventjes aan jullie kon laten zien. Ik ben er best trots op, dus ik wil die toch nog eventjes aan jullie allemaal tonen. Dit is de poster die we gemaakt hebben rondom dit onderwerp. Die collega Belgen de Jong en ik samen nog gepresenteerd hebben op het voorjaarscongres in Maastricht. En waar we hier ook in de streek collega Belgen en ik samen een posterprijs mee gewonnen hebben. En we hebben hem zelfs inderdaad, zoals Rob al eerder zei, buiten de landsgrenzen gebracht. Want we hebben hem ook aangeleverd voor het congres in Barcelona. Dus daar, die wil ik jullie toch nog eventjes niet ontzeggen. En dan ja, nog even de referenties. De eerste twee referenties zijn eigenlijk gewoon het artikel en de poster. De andere referenties zijn eigenlijk met name ook de literatuur die we gebruikt hebben om onze onderzoek en onze artikel op te stellen. Hier zien jullie het eerste deel van de referenties. Hier zien jullie nog even het tweede deel van de referenties. Jullie zien, we hebben best wel een paar artikelen gebruikt. Weet je, ja, hoe kwam dat? Eigenlijk is er niet zo heel veel literatuur om dit onderwerp. En de literatuur die er is, zoomt meestal in op een specifiek stuk. Daarom dat we veel verschillende stukken literatuur hebben moeten erbij halen. Imran Beg stelt dat het een mooie poster is. Natuurlijk, ja, dank je Imran, want je hebt hem mee zelf gemaakt. Maar bedankt. En dan vraag ik mij af of er nog vragen zijn. Voordat de vragen losbranden, alvast enorm dank voor je hele leuke presentatie. Nog even een rectificatie. Die hydrocodeïne is juist een uitlokkende factor volgens kinderneurologen voor het ontstaan van dit syndroom. Maar het antiastmamiddel Montelukast wordt soms gebruikt bij kinderen om het syndroom weer te bestrijden. Dus dat even ter verbetering. Er was net ook nog een opmerking in de chat. Die zei, ja, het ging over de distorsies en het verschil tussen hallucinaties. Daarbij werd ook gesteld van zintuigelijke stimuli ontbreken bij hallucinaties. En bij distorsies zijn ze er juist, alleen worden ze vervormd. Dat werd net nog door iemand in de chat vernoemd. Kun je het daarmee eens zijn? Vind je dat ook een mooie omschrijving? Ja, het is misschien nog een betere omschrijving dan hoe ik het te stellen. Daar ben ik het mee eens, ja. Even kijken, ik zie handjes. Ik ga even kijken of er ook nog vragen zijn. Ik zie hier, bij hoge koorts kun je de werkelijkheid ook anders waarnemen. Dat gaat over... kinderen, eieren of bij oudere mensen. Heb je daar ook iets over gevonden, Naum? Specifiek hoge koorts op zich niet. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen met de andere etiologie die we wel hebben gevonden, dat misschien ook het onderzoeken waard is. Of dat dan misschien inderdaad een tijdelijke variant is. Of dat dan ook distorsies zijn die misschien ook passend zijn bij het Alice in Wonderland syndroom. Want als dat het geval is, kunnen we het syndroom inderdaad heel breed trekken en komt het nog meer voor dan dat we denken. Zelf heb ik de link met koorts niet gevonden, maar wel de link met de onderliggende infecties. Dus zo zou je wel het bruggetje eventueel kunnen maken. Dat vind ik wel een heel, heel interessante vraag, waar ik eigenlijk geen eenduidig antwoord op kan geven. Merk ik bij mezelf wel jammer, want het is wel interessant, ja. Nou, zeg maar op de website van de kinderneurologie wordt gesteld zelfs dat de prevalentie van 1 op de
20 tot 30 jongeren zou een keer in die leeftijdsfase het syndroom in meer of mindere mate hebben meegemaakt. Dus dat is best wel nog een behoorlijk aantal. Er is iemand met een handje, maar ik zie niet de naam. Dus degene die een handje heeft opgestoken, mag gewoon even wat vragen stellen. Ik zag een vraag of er een link was met een delier. Ik weet niet of dat de vraag is. Nu, delier hebben we eigenlijk op zich niet teruggevonden in ons onderzoek. Omdat eigenlijk ook het verschil is dat ja, bij delier is ook het bewustzijn wel aangetast. Bij het LSI Wonderland syndroom is op zich het bewustzijn en de realiteitstoetsing wel intact. Dus ik heb eigenlijk ook in ons onderzoek heb ik geen vergelijking met delier gevonden, maar ik zie het toch wel als twee verschillende dingen. Ik zie geen overlap tussen een delier en het Alice in Wonderland syndroom. Maar misschien zien andere mensen dat anders, en dan kunnen we daar wel een interessante discussie over hebben. Dus ik vind het wel een interessante vraag. Bedankt voor degene die de vraag gesteld heeft. Wolfgang, je zit al een tijdje met je hand omhoog. Jij mag je vraag stellen. Ah, dank je. Wolfgang Fröhlich. Het is meer een commentaar. Heel mooie presentatie, heel erg bedankt. Super interessant. Ik heb een Duitse achtergrond. Ik ben als neuroloog begonnen, 5 jaar. En dan komt er nog 4 jaar psychiatrie bij. En eigenlijk wil ik even een eerbetoon aan onze voorouders geven. Hadden wij allebei onze opleiding 1890 bij Karl Wernicke in Breslau gedaan? Ja, daar hadden we niet het hele land door gemoeten om die vraag te beantwoorden. Die professor, die had hij dat wel kunnen uitleggen waar het over gaat. Ook al had hij het syndroom niet gewist. Dus we denken vaak dat we heel slim waren. Maar het niveau was soms 100 jaar geleden beter. Je had ook een literatuurcitaat van 1928. Hè? Ja, dat was het eigenlijk. Dank. Ja, klopt. 1928, ja. Bedankt voor de opmerking. Ja, interessant, zeker. Ja. Even kijken, is er ook een specifieke link met LSD? Pieter Visser stelt die vraag en dat was ook een beetje mijn vraag, omdat dat natuurlijk ook een beetje reikt aan de persisterend hallucinatoire disorder en andere aan drugs gerelateerde disorders. Dus de vraag. Ja, interessante vraag. Helaas moet ik daar het antwoord op schuldig blijven. Ik heb eigenlijk niet per se de link met de specifieke drugs verder geëxploreerd. Dat zou kunnen. In de literatuur die ik voorhanden had, vond ik dat niet meteen terug. Maar ik heb er ook niet verder. Sorry, ik zag hier net 3 zwaaiende mensen om licht te krijgen. Interessante vraag. En misschien kunnen we er samen nog eens verder naar onderzoeken, maar op dit moment kan ik het niet beantwoorden. Ja, ik snap niet wel. Als je symptomen ziet, dan zitten daar natuurlijk heel veel symptomen bij die mensen die LSD gebruiken ook rapporteren. Paddo's schijnen ook dit soort dingen te kunnen geven. Maar of ze echt dit syndroom kunnen geven, dat is inderdaad een goede vraag. Er zijn andere vragen gekomen. We zijn ook bijna aan de tijd. Er is nog een vraag of de mensen de evaluatie willen invullen. Dus die komt nog langs. Wendy heeft die al in de chat gezet. Dus graag mensen die laten invullen. Ik zie nu nog geen andere vraag meer. Ik check nog even. Jawel. Ik had het over Charles Bonnet. Mij is inmiddels wel duidelijk geworden dat het echt iets anders is. Maar de andere mensen hadden ook die vraag. Kun je toch nog één keer uitleggen wat nou het verschil is tussen Charles Bonnet en deze aandoening? Oeh, het bruggetje met Charles Bonnet, dat had ik, was ik ook niet tegengekomen. Ik heb het niet al zo begrepen, maar in de zaal zitten er misschien nog mensen die het veel vaker hebben gezien. Dat vooral bij mensen die wat beschadiging hebben in het visuele deel en wat ouderen, hele mooie Jeroen Bos-achtige taferelen op de wand zien. Ik heb één keer zo'n patiënt op een geriatrische afdeling gehad en die zat heel blij te kijken naar die hele mooie taferelen. Maar dat waren echt hallucinaties die ontstonden en jij hebt echt aangegeven dat bij het Alice in Wonderland syndroom dat niet het geval is. Dus
Ik zag die vraag ook bij in de chat nog terechtkomen. Ja, ik denk dat dokter Sols die vraag gesteld dat. Als ik even echt nadenk vanuit de kennis die ik wel rond het syndroom heb geleerd, denk ik dat dat inderdaad het antwoord is. Dat het echt het verschil is dat het tussen het stukje hallucinaties en distorties. Maar opnieuw een zeer interessante vraag. Ja, ik zou eigenlijk bijna denken van moet nog een aanvullend artikel schrijven waarbij we die vragen nog eens allemaal aanpakken. Dus Imran, als je interesse hebt, en Willy, ja. En voor degenen die de poster willen zien, hij hangt op de gang op de Laagwitsebaan bij de opleiding. Er is nog ruimte voor een tweede poster. Dus wat mij betreft zijn jullie welkom om een publicatie wederom op posterformaat in te dienen. En dan komt hij daar ook weer op de gang te hangen. Maar ik weet niet of ik het al mag spoilen, hoe meteen Willy, Imran. Maar we zijn bezig met een nieuwe poster over een heel ander thema. Die we graag in het congres in Milaan later dit jaar willen brengen. Maar wat het thema is, zal ik misschien nog even als verrassing houden. Anders geef ik het al allemaal weg. Maar er komt een nieuwe poster aan. Opnieuw met dokter Gareveld en collega Beg. En er wordt ook opnieuw een collega geriater aan betrokken. Ook. Later meer. Allemaal naar Milaan. Of in ieder geval onze collega's goed in de gaten houden bij het senioren. Hoewel het gaat over de ouderdom, is de innovativiteit daar niet ver te zoeken. Het is er heel dichtbij zelf. Dank voor jullie aandacht. Dank voor de sprekers nogmaals. En veilig thuis voor degenen die nog moeten reizen. En de anderen straks nog een rustige, prettige avond. Tot ziens, maar weer.